Goedenavond en welkom in ons virtuele Oval Office. Dinsdag zijn de Amerikaanse presidentsverkiezingen en wordt bekend wie in januari achter dit bureau gaat zitten. Donald Trump of Joe Biden? In de afgelopen 20 jaar heeft Andere Tijden met grote regelmaat aandacht besteed aan Amerikaanse presidenten. Presidenten als Kennedy, Reagan, Nixon, Roosevelt en nog vele anderen. De komende uren kijken wij in deze nacht van de Amerikaanse president naar 10 presidenten met Amerika-kenner en oud-hoogleraar Maarten van Rossum. Meneer van Rossum, als u de huidige verkiezingscampagne vergelijkt met voorgaande campagnes, wat valt u dan op? Nou, de overeenkomsten eigenlijk. Ik heb die filmpjes al een keertje bekeken die wij nu gaan bekijken voor deze uitzending. En ja, dan denk je toch dat dat lijkt vrij sterk op elkaar. Ook de retoriek is eigenlijk altijd hetzelfde. Dat is altijd vol totale vernieuwing. Nu zal alles anders worden. Dat soort van praatjes die typisch zijn voor de politiek natuurlijk. En je weet dat dat in het algemeen helemaal niet gebeurd is. Het grote verschil is natuurlijk corona. In de zin dat een massale conventie, zoals we dadelijk zullen zien in die filmpjes, die zijn onder de huidige omstandigheden onmogelijk. En ook de presidentiële debatten hebben in allerlei opzichten een wat andere vorm. En ja, wat wel anders is dan anders, is dat een van de beide kandidaten, namelijk de zittende president, althans in mijn ogen, gedeeltelijk niet goed bij zijn hoofd is. En we hebben dat natuurlijk in het eerste debat gezien, wat een wonderlijke consequenties dat had. Want dat was helemaal geen debat. Het was een soort van nutteloze schreeuwpartij waar je verder niks aan hebt. Het was eigenlijk een beschamende vertoning. Dat debat was in velerlei opzichten niet waar symbolisch voor de polarisatie van de Amerikaanse politiek. En dat is voor het politieke systeem als geheel en de productie van dat systeem van behoorlijke wetgeving een rampzalige zaak. Ja, en we gaan straks natuurlijk allemaal andere presidenten voorbij zien komen waar we allemaal vergelijkingen zullen zien, maar ook verschillen met wat u noemde. Hoe noemde u Trump? En wat zei u? Wat je maar wil, variété-artiest. Variété-artiest. Nou, er zijn diverse mogelijkheden. Politiek is altijd tot op zekere hoogte theater. Dat is zeker. Maar je moet altijd hopen dat degenen die in dat theater spelen ook nog andere dingen kunnen en willen doen. En dat was bij Trump eigenlijk niet het geval. Zijn bijna 4 jaar is eigenlijk volledig lichtelijk absurd theater geweest. Ja. 1961. John F. Kennedy is de nieuwe president. En Kennedy maakt handig gebruik van een nieuw medium, televisie. En met journalisten van oude media, kranten en tijdschriften raakt hij bevriend. We present the United States Senator John F. Kennedy story. This is Washington, D.C., official capital of the United States, unofficial capital of the free world. The place where Senator Kennedy keeps his fingers on the pulse beat of Massachusetts is the Senate Office Building. Senator Kennedy, could I ask you a few questions? Oh, yeah, surely, girls, if you'll excuse me. Senator, won't you tell us about some of the interesting objects surrounding you here? Yes, I'd be glad to. This, of course, is a picture of my wife, Jackie, and my daughter, Caroline. I'll take you to my house and I'll introduce them to you. Thank you very much, Senator Kennedy. Hey. Hey. Pleasure to have you here, and I want you to meet my daughter Caroline and my wife Jackie. How do you do? I'm glad you had a chance to see something in the Senate, and now to see our house where we've lived a year, and since Caroline was born. What this? Climbed on an elevator in the Senate, and there was this kind of slender, unimpressive young man slumped in the corner, and I was with an old life photographer who said, "Hugh, I want you to meet Senator Kennedy," and we met. We shook hands, and he took an interest in me because anybody from the Luce organization back there with Time or Life, he was interested in. Why was that? Well, because he was beginning his campaign, and the biggest press outlet at that time was Time Incorporated.
And he said, wherever I go, they always quote Time magazine, that damn magazine of yours. He said, so I've got to get stories in it. One of the candidates for the office of the presidency said a couple of days ago that I didn't have as much gray hair as he does. Well, we put that gray hair in his head, and we're going to continue to do so. The word got out that life was going to run a big piece by Nixon, and they hadn't made any contact to Kennedy. There wasn't any fair play in it. And Kennedy heard about it and came to me and said, what is this? You're going to run Nixon, you're not going to run me? And I said, sure, you're right, that's unfair. So I said, let me take it up with him. And I called up there and see what the editor's doing. But by the time I had called, Kennedy had already called Luce and said, if you're going to do something on Nixon, let's have something from me. And that's the way it turned out. Mr. Nixon comes out of the Republican Party. He was nominated by it. And it is a fact that through most of these last 25 years, the Republican leadership has opposed federal aid for education, medical care for the aged, development of the Tennessee Valley, development of our natural resources. I think Mr. Nixon is an effective leader of his party. I hope he would grant me the same. The question before us is, which point of view and which party do we want to lead the United States? I think it was after his televised debates with Vice President Nixon, in which Senator Kennedy came across physically as a very attractive person. He certainly showed that he knew as much about the world as Mr. Nixon, and was just generally much more convincing than many people might have expected. The President of the United States. Let us begin anew, remembering on both sides that civility is not a sign of weakness, and sincerity is always subject to proof. Let us never negotiate out of fear, but let us never fear to negotiate. Kennedy, I look back over the 10 presidents that I've written about, and he was the closest to my age. We were all young. And this was that generation of GIs who'd fought the war. The old guys who'd run it, the top people like Eisenhower, and the people in his cabinet were passing off the stage, and the young people were coming on. And I think there was an exuberance, a special feeling because of that. I've watched presidents now since Kennedy, which would include, of course, Johnson and Nixon and Ford and Reagan and two Bushes and Bill Clinton. I don't think anything any one of them has ever done was as important to them as public figures as President Kennedy's news conferences, because they showed him to a somewhat questioning public as such a serious and amiable and likable figure. I think that was as important a presidential activity as I have seen since. We had the famous nude swim. He said, let's get out of here, you. Let's take a swim. And I said, I don't usually bring my swimming suit when I come to interview. He said, you don't need one in this pool. So we went over, we stripped down there, and we dove into the pool. It was hot, 90 degrees for his back, you know. He turned around. Interview on Berlin. There weren't any confessionals. There weren't any tapes. There weren't any pictures. You can't. So you never knew finally, but the circumstantial evidence of the girls coming in and all and that, I had no doubts. I wasn't that shocked about it. It was part of the power equation. He carried it farther than I had ever thought, and we didn't write things like that back then. We didn't. Was that a matter of that era, that time, or was it a consideration in which you decided I won't write about it? No, I think that was just the way we did things. We didn't write it, we just didn't bring it up. We were friends, not devoted to promoting their careers, but obviously approving of their style of leadership and believing, wanting a president to succeed. It's very difficult to keep a balance between your duty as a reporter covering a political figure and the possibility, the chance, that you might be a personal friend of that person.
if you are a friend of the president, he will come have dinner at your house. That's of some interest to the American people because you have more to tell them. In some ways, I should have just had been a little sharper, but you have to remember this is a brand new presidency. This is new politics. This is a new president. This was so different from Roosevelt, Truman, Eisenhower that I'm not sure any of us knew how to criticize at that point. He put a lot of effort into appearing to be knowledgeable, serious, capable of leading, understanding issues, understanding what people felt. I think he put a lot of effort into appearing to be that kind of president. How much of that was just natural and how much of it was because he tried to be attractive, I don't know how you would ever judge that. Meneer Van Rossum, we zagen net een stukje uit het verkiezingsdebat tussen Nixon en Kennedy. Dat was een legendarische serie debatten, vooral omdat het de eerste waren en ook op tv. Ja, wat er was er zijn er vier geweest, maar het gaat altijd om het eerste debat. En dat is een heel fameus debat geworden. Dat is ook een van de eerste debatten die voor de televisie werden uitgezonden. En het aardige van dat debat was eigenlijk dat de televisiekijkers in ruime meerderheid van mening waren dat Kennedy het debat had gewonnen. En dat de radioluisteraars in meerderheid de mening waren toegedaan dat Nixon had gewonnen. Dus je ziet dat inhoudelijk Nixon het minstens zo niet iets beter had gedaan dan Kennedy. Als je de personen niet zag. Maar als je de personen zag, ja, dan was het natuurlijk duidelijk dat Kennedy wel wat meer charisma had. Een aantrekkelijker man was, om dat maar zo te zeggen. Dat kun je ook in de rest van het filmpje heel aardig zien natuurlijk, dan Nixon. En het probleem was een beetje dat Kennedy verscheen gebruind in de studio. Dus die had heel weinig make-up nodig. En die suffe Nixon die dacht van, dan wil ik ook niet zoveel make-up. En met als gevolg dat zijn bekende 5 o'clock shadow duidelijk zichtbaar was. En dat hij zweette daar zichtbaar. Kortom, als je er naar keek dan, en de televisie kijken, gedraagt zich simpelweg anders dan een radioluisteraar. Ja. Dat is een heel ander medium. Nou, en in die zin had Nixon dus verloren in dat eerste debat. En het probleem bij de uiteindelijke uitslag was dat het maar enkele honderdduizenden stemmen verschilden. Ja. Dus dat mensen wel gezegd hebben, nou, als Kennedy dat debat zou hebben verloren, als het precies omgekeerd was geweest, dan had Nixon misschien de verkiezing ook wel gewonnen. Dat kun je op zichzelf natuurlijk nooit zeggen. Het verschil was minimaal. Er is natuurlijk een hele iconografie ontstaan waarbij Nixon de boef is en Kennedy een soort held op het witte paard. En dat sloeg eigenlijk nergens op. Ja. In de zin dat ze inhoudelijk ten aanzien van de opvattingen over de Amerikaanse samenleving niet zo verschrikkelijk veel verschilden. En zeker over de buitenlandse politiek niet zo verschillend dachten. We gaan zo nog even in op Kennedy en het ambt. Maar wat me ook nog opviel aan de aflevering is dat er echt een soort van vriendschap lijkt te zijn tussen Kennedy en de journalisten. In hoeverre was dat nou echt vriendschap of zat daar iets heel berekenends achter bij Kennedy? Zeker zat daar berekening bij. Ja, maar hij was heel los in de omgang. Wat Hugh Seide ook zegt in dat filmpje. Van ja, we waren allemaal even oud, we waren allemaal betrekkelijk jong. Kennedy was een vroege 40er, jongste president ooit op dat moment. Maar hij heeft dat zeker gezien ook als een mogelijkheid om, nou, misschien ook die lui wat minder kritisch te maken dan ze hadden moeten zijn. Want ook werd aan de orde gesteld in het filmpje. De kwestie van de vrouwen. Ja. Hij was eigenlijk een van de meest overspelige personen waar ik ooit iets over gehoord of gelezen heb. Dat was werkelijk verbazingwekkend, waartoe hij op dit punt in staat was. En daar is natuurlijk nooit iets over. Iedereen wist dat. Al die journalisten wisten maar dat. Maar daar werd niet over geschreven. En was dat nou ook iets wat bij die, want dat ook iets was wat gewoon toen een soort van gentleman's houding van je schrijft niet over zeker. Privé. Ja. Is dat ook iets wat toen speelde? Dat was het. En daar zit ook wel wat in. Dat valt ook wel te verdedigen als we even verderop kijken. Dat je bij de kleinste kleinigheden niet waar aan de paal genageld werd door de journalistiek. Vanwege uiteindelijk zaken die je privéleven betreffen. Ja. Daar moet wel bijgezegd worden dat Kennedy het ook deed met dames waar je echt begint te denken. Dit is in verband met de nationale veiligheid niet misschien verstandig. Niet bijster verstandig. Nee. En hij is ook wel gewaarschuwd door
J. Edgar Hoover, de chef van de FBI, dat als je met deze dame doorgaat, dan hang ik het aan de grote klok. Ja. Toen deed hij het geloof ik met de vriendin van Sam Giancana. Ja, een grote maffia. Prominente maffialeider. Ja. Ja. En het schijnt dat hij het ook met een Oost-Duitse spionne heeft gedaan. Ja. Wij deden in feite met iedereen die daartoe bereid was. Daar kwam het eigenlijk op neer. Want wat ik grappig vind is dat zelfs ik ben als kind opgegroeid met die mythe van Kennedy en die aantrekkingskracht. Ja. Dus wat is daar... Ja, Kennedy is natuurlijk een volstrekt iconische figuur geworden. Het is ook wel handig, ja, dat klinkt een beetje merkwaardig, om op jeugdige leeftijd de wereld weer te verlaten. Omdat natuurlijk, dan blijf je eeuwig een belofte. Hè? Ook veel van zijn aanhangers, veel van zijn bewonderaars hebben altijd, oh, als die toch was blijven leven, dan zou alles anders zijn geweest. Daar geloof ik zelf helemaal niets van. Hè, ten aanzien van de interventie in Vietnam heeft hij niet het juiste gedaan. Hij had daar zijn twijfels over, maar dat was typisch Kennedy. Hij was intellectueel vaardig. Hij had allerlei twijfels, maar die werden nooit vertaald naar concreet afwijkend nieuw beleid. Weinig voor elkaar gekregen. Ja, zeg dat wel. Ja. 1972. Het geldt als het grootste schandaal uit de Amerikaanse politiek. Watergate. President Richard Nixon die zijn democratische tegenstander laat bespioneren en daar stelselmatig over liegt. John Dean woont in Los Angeles en is 78 jaar. Tijdens het Watergate-schandaal is hij juridisch adviseur van president Nixon. Conditie die dient, met zijn 31 jaar destijds veelbelovend jurist. Sommige van die bejaarden die hier aan het woord komen, dat denk je van, nou, dat is niet veel meer. Maar hij is nog scherp aanwezig. I went to work in the Nixon White House, much to my own surprise. The president asked me if I would come over and be White House counsel. My bosses at the Justice Department both advised me don't go. Why? They said they wouldn't work at that zoo up the street if they were paid four times what they're getting paid. I didn't understand all the internal politics at the time, but when the Attorney General said you'll move up here, you'll go to a higher job in the department, but he said I can understand how at your age, being counsel of the president, it was a title that's very hard to turn down, and it was. Dean werkt net twee jaar in het Witte Huis als er een paar kilometer verderop vijf mannen worden gearresteerd. Inbrekers. Ze worden betrapt in het hoofdkantoor van de Democratische Partij in het Watergate-complex. Ze zijn druk bezig met het plaatsen van afluisterapparatuur. Op een pikant moment. Het is verkiezingstijd. John Minderman werkt als jonge FBI-agent in Washington en heeft die avond dienst. I was the guy that weekend, member of the C2 squad. Also, the surreptitious listening device, which was found on the presence of one of the burglars, happened to be an FBI violation, which our squad investigated. It was a rare occurrence that you'd have a case with this kind of jurisdiction, but it fell to our squad. The press initially largely ignored it. Only the Washington Post followed the story. But throughout most of the campaign, the story was a non-story. It was a non-event. It isn't until much later that it becomes a big deal. Keep in mind, my normal genre, my normal investigation involved theft of government property. We're talking typewriters. We're talking miscellaneous equipment. We're talking low-level theft cases. So this is my normal operating atmosphere. This was completely alien to anything I had ever done. Terwijl de FBI verder speurt, wordt John Dean op het Witte Huis benaderd door de vijf Watergate-inbrekers. Ze willen geld. Veel geld. Anders zullen ze straks in de rechtszaal wel eens vertellen wie de opdracht gaf tot het plaatsen van de afluisterapparatuur. Dean stapt gelijk naar zijn hoogste baas, president Richard Nixon. At one point I tell him that these men are demanding more and more money. And he says to me, well, how much could they want? And I said, well, Mr. President, and I pulled a figure right out of thin air. I said, it could be $1 million. That'd be, what, about $5 or $6 million in today's
currency. And he looks at me and says, well, that's no problem. I know where we can get $1 million. This is when I'm really meeting who Nixon is. I realize he's deep in the cover-up. And after that meeting is, I realize also, at the end of the meeting, I said, well, Mr. President, I said, people are going to go to jail for this. And he sort of brushes that off. He said, well, like who? And I said, well, like me. I've been all over this thing. And while I didn't realize it at the outset, I did after the election, and we're in trouble. In opdracht van Nixon betaalt Dean de inbrekers en stopt de zaak zo diep mogelijk in de doofpot. Intussen raakt de Washington Post bloed en zet twee verslaggevers op de zaak, Bob Woodward en Carl Bernstein. Vrijwel dagelijks komen ze met een primeur. En ze vermoeden steeds meer dat de entourage van Nixon bij de inbraak betrokken is. I'm worried. I'm trying to convince my colleagues we got to get out of this thing. We got to end it. Those who were arrested have been tried, convicted, and found guilty, and are on their way to jail. And they're demanding even more money to remain silent. So this is when the White House starts worrying about it. This is when it's in this period that I go in and tell the president, trying to get his attention, that he's got a cancer on his presidency, and if he doesn't deal with it, it's going to consume the presidency. He doesn't deal with it. I, at that point, did not realize how much he knew, how deeply involved he had been in the cover-up from the very outset. And that might have been the first day I really met Richard Nixon, because I'm in there for an hour and 50 minutes, and I take him through every horrible that I can conceive of. Ook de FBI zit niet stil. FBI-agent Minderman wordt met een paar collega's bij zijn directe baas geroepen. Die zit net druk te bellen met de bewaking van het Witte Huis. This is Jack McDermott, special agent in charge of the Washington Field Office of the FBI. Are you in charge of the Secret Service? You are. Good. Good afternoon, sir. On orders of the Attorney General, there will be about a dozen or so special agents of the FBI moving up Pennsylvania Avenue, entering the West Wing of the White House, taking charge of the President's business office and all business offices of the White House. They'll prohibit anyone from entering or leaving those offices or taking any paper in or out until further notice. We were shocked. We were going to be those 12 agents moving to the White House taking over. We started walking up Pennsylvania Avenue. At about 13th Street, somebody said, hey, Min, my nickname, Minderman, hey, Min, do you think they'll shoot? And I answered, oh, no, they're not going to shoot. They're just like us. They're well-trained, disciplined, and professional. They're not going to shoot. Figured that was the right answer. I didn't know whether they were going to shoot or not. So we entered the White House really not knowing. There was no problem. They handled it really well, and we were able to do our assignment. It lasted for a few days, and the interesting thing that happened that whole assignment was late one evening, Richard Nixon, by himself, the president, was walking down a hallway in front of one of the offices. He was very frustrated, apparently. He came up to the agent, challenged the agent. Agent was very polite. Nixon grabbed the agent by the lapels, lifted him up, shook him, and bounced him against the door. Dropped the agent down. The agent didn't do a thing, and Richard Nixon went on his way. Nixon zit tot over de oren in de problemen, en hij weet nog steeds niet waar het lek zit. Hij vraagt John Dean alles op te schrijven wat hij heeft gehoord over Watergate. Dean begint aan een rapport, maar bedenkt zich halverwege. It was pretty clear early that I was going to be a scapegoat, and while I was one who did not talk to the press, did not leak information to the press, when my colleagues stopped dealing with me because they didn't know what to do with me, but it was clear they were going to set me up, I had my secretary read a statement to the Washington Post and other papers saying if they thought I would be the scapegoat, they were making a mistake. And they shouldn't. They should. I was trying again to encourage them to come forward and be honest and
let's just everybody account for the mistakes we've made and get right with it and pay the price for any mistakes we've made. They didn't see it that way. I had no prior knowledge of the Watergate break-in. I neither took part in nor knew about any of the subsequent cover-up activities. Dean staat nu alleen en neemt een drastisch besluit. Na maandenlang de zaak in de doofpot te hebben gestopt, wordt hij nu klokkenluider van de Watergate-affaire en verklaart onder ede wie er allemaal bij betrokken zijn. Hij levert ook de hoogste dader uit, Nixon zelf. Om een afzettingsprocedure te vermijden, stapt Nixon vrijwillig op. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. John Dean wordt veroordeeld, maar hoeft niet naar de gevangenis. Hij zit in een getuigenbeschermingsprogramma. We're not at a Watergate 2.0 yet, but what I do is I hear lots of echoes of Watergate going on right now. I see, first of all, similarities and differences between Trump and Nixon. They're both authoritarian-type personalities, strongmen-type. The big difference is Nixon, in public, was a very different personality than he was in private. He was very dogmatic and very pounding on the desk and giving orders and very dictatorial, if you will, in his own way. Trump is actually more of an authoritarian than even Nixon. I'd put Nixon at maybe 6.5 on a 10-point scale. I'd put Trump at a 10 on a 10-point scale. Now, Mr. President-elect, go ahead. Mr. President-elect, go ahead. Since you are attacking our news not organization, you. Not can you. You give us a chance? Your organization is terrible. You are attacking our news organization. Your organization is terrible. Can you give us a chance to ask a question, sir? Go ahead. Sir, quiet. Quiet. Zagen even Trump. Trump en Nixon zijn totaal verschillende soorten van president, naar mijn idee. Ja. Ja, Trump is inhoudelijk eigenlijk nooit een serieuze president geweest. En dat was Nixon in allerlei opzichten wel. Nixon was iemand die er echt verstand van had. Nixon is het slachtoffer geworden van zijn eigen paranoia. Want hij had makkelijk kunnen winnen in 1972. Dat was helemaal geen groot probleem geweest. En omdat hij die paranoia had, dacht hij altijd dat hij door vijanden belaagd werd en dat de liberale elite natuurlijk steeds bezig was om zijn positie te ondermijnen. En nou goed, de liberale elite was niet gelukkig met Nixon, zoveel is wel duidelijk. Maar als Nixon nu zich zou melden, hij komt uit de hemel naar beneden, we gaan hem even aan, hij zit in de hemel, komt uit de hemel naar beneden, hij meldt zich bij de Republikeinse Partij, dan wordt hij daar niet geaccepteerd. Dat is een gevaarlijke linkse figuur in allerlei opzichten. En waarom? Nixon heeft op een heel aantal terreinen nieuwe regels ingevoerd in samenwerking met de Democraten, die toen nog een solide meerderheid hadden in Huis en in Senaat. Als je dus terugkijkt inhoudelijk, moet je zeggen, Nixon heeft in allerlei opzichten gedaan wat de Democraten in het congres graag wilden. En de Democraten in het congres die hadden dat hele pakket van maatregelen en ideeën wat afkomstig was uit de jaren 60. Hij zou nu eigenlijk bijna te progressief zijn heel voor de Republikeinse Partij. Hij zou helemaal geen lid mogen worden van de huidige Republikeinse Partij. Het is wonderlijk, maar zo is het toneel ondertussen verschoven. Ja. Hij had ook deze poppenkast, Watergate, die inbrekerij en het afluisterij. En dat was allemaal nergens voor nodig. Ten slotte is dit druppel voor druppel is deze hele zaak uitgekomen. Deels uitgezocht door de Washington Post, maar ook de normale procesgang was ook uiteindelijk op dit punt uitgekomen. En de Washington Post natuurlijk werd geïnformeerd door de fameuze leaker Deep Throat. Ja. Een topman van de FBI die wist wat er ongeveer aan de hand was. En als Bernstein en Woodward niet verder konden, dan moesten ze een geranium in buiten zetten. En dan hadden ze een ontmoeting met Deep Throat. Ja, tenslotte, ja. Jaren later is uitgekomen wie dat was. Ja. En dat was een topfiguur van de FBI. En dat spioneren, hè? Dat over en weer spioneren, is dat nou iets wat vaker gebeurt? Zeker. In het algemeen hadden alle presidentiële campagnes een afdeling die niets anders deed dan negatieve zaken op zien te vinden over de tegenstander. Hè? Dus elke vorm heeft de tegenstander ooit een appeltje gestolen bij de groenteboer toen hij 10 was. Heeft hij afgekeken op school.
heeft hij gesjoemeld met zijn academische opleiding, als hij die had. Is hij ooit bekeurd? Was hij aan de drank? Je hele doopcel wordt gelicht. Je ziet ook heel vaak dat zolang personen alleen maar genoemd worden als een potentiële kandidaat. Alles naar boven komt. Is het geweldig. Ja. En het is de Heer Jezus zelf. Het is ongelooflijk werken. Zijn ze eenmaal concreet kandidaat, dan moet je natuurlijk aan stukken gereten worden. Maar waarom is dat nodig? Waarom is dat nou dat... Ja, omdat de andere partij graag wil winnen. We krijgen hier nog een filmpje te zien over de oude Bush en zijn campagne in, wanneer was het, in 88. Nou ja, daar lusten de honden ook geen brood van. Hè? Want die oude Bush lijkt zo'n aardige en sympathieke figuur te zijn. Maar als het erop aankwam, waren het natuurlijk allemaal gewetenloze vechters. En wat was nou de uiteindelijke politieke schade van Watergate? Nou, die was enorm. Voor de impact? Voor de Republikeinse Partij was die enorm. De impact is enorm geweest. Dit was de eerste keer dat een zittende president zo verdacht was geraakt in die hele Watergate-zaak, dat iedereen begreep dat er, als die niet zelf zou aftreden, een impeachmentprocedure zou volgen. En op een goed moment is senator Goldwater, een latere kandidaat, of de vroegere kandidaat van de Republikeinen in 1964, die toen in de Senaat zat, die is met Nixon op bezoek gegaan en gezegd, Mr. President, als er een impeachmentprocedure komt, zullen ook wij, Republikeinen in de Senaat, voor uw impeachment stemmen. Want u heeft het al wel heel erg bruin gebakken. En dan beseft Nixon, dat is begin augustus van dat jaar, 1974, dan beseft Nixon, de zaak is hopeloos en dan treedt hij af. We gaan verder. Straks een vrouw als president, Roosevelt en Truman. Maar eerst een acteur als president. 1980. De wereld is in recessie. Jimmy Carter is president en zijn idealistische agenda slaat niet aan. Amerikanen kiezen voor de man met de heldere teksten. Ronald Reagan. It was that mysterious desire in early youth to stand on a platform and motivate and move people. And he said that the sound of the applause that he generated was like wine in his blood. Reagan's strongest weapon in selling his ideas was his personality and skill as what we used to call him as the great communicator. He was phenomenal. I think that a lot of the things we've seen on television about Governor Reagan are not exactly true. Communism is the basis of our, this is our enemy. Our true enemy is communism. I think he's the man we need for America today. Let me just tell you one example of when they're run that far away. They've just discovered a lady in Chicago. This woman has 80 names. She is collecting Social Security. She is collecting veterans' benefits from four non-existent deceased husbands, and she is collecting welfare under all these different names, and her cash income alone, when they discovered her, is $150,000 a year, tax-free, because she's getting it illegally, and all the rest of us are paying for that in our taxes. He ran on very simple principles. Government is the problem. Tax cuts, lower regulation, let's build up the military and confront the Russians. It was a very simple set of principles. The conservatism that Ronald Reagan represented was hardcore in the sense that it was anti-Soviet, centralized government, and very, very forceful and direct in its appeal to the basic values of American conservatism. Although he had served two terms as the governor of the largest state in the country, California, he was still viewed by the establishment as a kind of cowboy movie star who was distrusted precisely because he was so good at giving speeches and making presentations on television.
They thought he was a bull in a china shop, that his record going back to the 1960s was too conservative for the country. A troubled and afflicted mankind looks to us, pleading for us to keep our rendezvous with destiny, that we will uphold the principles of self-reliance, self-discipline, morality, and above all, responsible liberty for every individual, that we will become that shining city on a hill. For our country's future, I pledge you my every effort. I ask for your prayers and your support. I believe that together we can keep this rendezvous with destiny. Ronald Reagan, ooit de meestal rechtlijnige sheriff in stoffige westerns die Hollywood verruilde voor de politiek, is zo langzamerhand de onverwoestbare veteraan van de partij geworden. Op zijn 69ste is dit zijn derde gooi naar het presidentschap en tot voor kort zag het er nog helemaal naar uit dat hij als de patriotische, stevig rechtse en vooral conservatieve voorman van de Republikeinen het Witte Huis in ieder geval tot op schootsafstand zou kunnen naderen. Thank you very much. I'll confess that I've been a little afraid to suggest what I'm going to suggest. I'm more afraid not to. Can we begin our crusade? Join together in a moment of silent prayer. Reagan's acting experience was vital to his success as a leader. The ability to project personality, the ability to articulate sentences, the genius for timing, the sense of personal looks. Reagan was always very conscious of how he looked. Tot nu toe wijzen alle tekenen erop dat dit in het najaar een duel zal worden tussen de zittende president Jimmy Carter en de grote kampioen van de conservatieve hoek, Ronald Reagan. Our strategy basically was to acquaint the public with what Ronald Reagan's solution to the national problems were, and also to build up a very strong force of supporters and campaign workers in the field. Well, in 1980, I was dismissive of Ronald Reagan's chances. Everybody in the Carter White House was rooting for Reagan to get the nomination because they thought he would be the weakest candidate and the easiest to beat. I must admit that I underestimated him. He had had he had a record of a lot of silly statements. For example, he said that trees cause more pollution, you know, than smokestacks do. This is the man who believes our nation can regain the stature it has lost in the eyes of the world. This is the man who understands the principles that make America great. The day Ronald Reagan takes office as President of the United States will be the day when America comes together for a new beginning. He did not enmesh himself in the details of government. I mean, he didn't know how programs worked. And he sort of approached the presidency the way an actor is advised by his agent. You know, as an actor, Reagan didn't read the contracts that the movies gave him. He just asked his agent, is this consistent with what I want? You know what I want? Is this going to get me there? And if his agent said yes, he'd say, fine, I don't need to know the details. The president promised that he would not increase taxes for the low and middle income people, the workers of America. He tries to tell us that we're only in a recession, not a depression, as if definitions, words, relieve our suffering. Let it show on the record that when the American people cried out for economic help, Jimmy Carter took refuge behind a dictionary. Well, if it's a definition, he wants, I'll give him one. A recession is when your neighbor loses his job. A depression is when you lose yours.
and recovery is when Jimmy Carter loses his. A lot of these white, working class, traditional Democrats were also very conservative in their social values, and Reagan really capitalized on that. I'd like to ask your support. I'm job hunting right now, unemployed myself. I'd like to have that job. I don't want to go up there alone. I think we can begin to make America great again. I think we can provide the jobs that our people need. And I think we can make America once again the industrial giant in the world that it always was. We can do these things, but only with your help. The slogan, Make America Great Again, Reagan liked homely, cliched phrases like that. He really believed them. It's morning again in America, he would say. The kind of simple sentimentality that makes European politicians cringe. People like François Mitterrand said to Trudeau when he heard Reagan coming out with these platitudes, said, what planet does he come from? Thank you very much. I'll help you out, Reagan. Thank you. Thank you very much. Voting for you in California, vote again. Hey. He's remembered, I think, still because of he just somehow managed to make conservative republicanism seem decent and kindly. Since then, no conservative Republican has ever managed to deliver that reassuring message. They come over as harsh and shrill and to many people scary. 1980. Hoe ziet het Amerika van Reagan eruit? Veel mensen vonden dat het niet goed ging en dat Carter ook een aantal dingen had gedaan die mislukt waren. Denk aan die interventie in Iran. Ja, waarbij het de bedoeling was geweest om het ambassadepersoneel wat gegijzeld werd te bevrijden. Dat was mislukt. Carter had natuurlijk ook die fameuze redenvoering gehouden. Dat we eenmaal in een nieuwe situatie waren geraakt waarbij energie duurder zou zijn en wat minder voor handen. Dat we dan allemaal maar een trui aan moesten doen en dat de Amerikanen niet moesten piepen en zeuren. Waar die misschien wel gelijk aan had, maar het was in alle opzichten publicitair ongelooflijk onverstandig. En feit is dat Ronald Reagan een veel betere campaigner was dan Jimmy Carter. Jimmy Carter was toch een man van de feiten en die wist precies waar het over ging. En die las samen met zijn vrouw, zo ging het gerucht, de hele begroting van de luchtmacht, s'avonds in bed. Nou, dan ben je als president niet goed snik als je op dat soort van feiten concentreert. Ja, je moet de grote lijn in de gaten houden. En Reagan was van de grote lijnen. Ja, Reagan was van de supergrote lijnen. Hij wist grotendeels niet waar het over ging, maar hij wist het ontzettend aardig te brengen. Hij was een goede spreker in het openbaar. Reagan was een betrekkelijk onnozele man, maar hij was de woordvoerder van een volkomen nieuwe ontwikkeling, nieuwe politieke ontwikkeling, die eigenlijk al gestart was in de late jaren 70, namelijk een soort conservatieve beweging in opkomst. Een sterke backlash tegen die ideeën van de jaren 60, voornamelijk ook in republikeinse kring. En het grote bedrijfsleven had zich plotseling gerealiseerd, wij moeten ons organiseren, wij moeten iets doen om die nieuwe ideeën van de jaren 60, die ook in regelgeving waren neergelegd, om die te bestrijden. Want de meeste liberals zijn eigenlijk tegen het grote bedrijfsleven. Daar moet een eind aan worden gemaakt. Ronald Reagan was niet de uitvinder van dat soort van ideeën. Hij was de woordvoerder van die ideeën. Het boegbeeld. En in die zin is hij een hele belangrijke president geweest, omdat hij eigenlijk liet zien dat er een omslag had plaatsgevonden in het denken, in het economische denken en ook in allerlei opzichten in het politieke denken. Vergeet niet, één jaar eerder, hij wordt gekozen in 1980. Één jaar eerder kwam in Engeland Margaret Thatcher aan de macht. Ja. Ook een symbool van het moet anders, zeg maar, van het wat later het neoliberalisme is genoemd. En wat ook aanzienlijke invloed heeft gehad in een land als Nederland bijvoorbeeld. Daarvan was hij de woordvoerder. Inhoudelijk wist hij eigenlijk niet veel. Was het erg dat hij inhoudelijk niet nee, zo... Nee, daaraan zie je dus dat als die president een succesvolle woordvoerder is, al is het maar van ideeën die anderen bedacht hebben en die anderen uitwerken en die anderen in wetgeving neerleggen, dan vervult hij zijn functie toch op adequate wijze. Obama heeft ooit gezegd, tot enorme ergernis van Clinton,
dat Ronald Reagan een belangrijker president was dan Bill Clinton. En daar had Obama natuurlijk gelijk in, als je het in het historische perspectief ziet. Juist omdat Reagan de boodschapper was van iets nieuws. Van een nieuwe politieke en economische visie. Ja. En dat was Clinton niet. Integendeel, Clinton was een democraat die zich in feite gedeeltelijk verzoende met dat nieuwe denken. Idem dito Tony Blair of Wim Kok in Nederland. Ja, ja. En we zagen net Make America Great. Trump heeft het over Make America Great. Het probleem is dat Amerika moet steeds great again gemaakt worden. En waar dat natuurlijk over gaat, dat is vrij simpel, over de jaren 50. Dit is nostalgie naar een verondersteld paradijs, wat overigens nooit bestaan heeft. Ja. Waarin al die problemen die zich aandienden in de jaren 60, van de moord op Kennedy tot opstanden in de zwarte delen van de Amerikaanse grote steden. En de problemen die zich voordeden in de jaren 70, toen natuurlijk de economische groei het af liet weten. Ja. Al die dingen samen, niet waar, die veroorzaakten een gevoel van, oh, konden we maar weer terug naar de zorgeloze Eisenhower-jaren. Ja. Dat in diezelfde geweldig zorgeloze Eisenhower-jaren natuurlijk met name ook weer het zwarte volksdeel systematisch en vaak gewelddadig werd onderdrukt. Ja, dat zit natuurlijk niet in de Make America Great Again-mythologie. Want het is pure mythologie. En is dat iets waar we nog steeds eigenlijk ons in bevinden, die neoliberale tendens? Ja, dat is een interessante vraag. Mijn indruk is dat bijvoorbeeld in Nederland wel een kentering gaande is. De kern van het neoliberale denken is dat de overheid daar alleen maar last van en zo. Die veroorzaakt allerlei problemen. In een filmpje wat we daarnet zagen, daar werd gesproken van een zwarte mevrouw in Chicago die, ik weet het, 30 creditcards had. Ja, dat was misbruik maakt van het sociale systeem. Precies. Ja. Dat is pure mythologie. Dat is een broodje aap verhaal eerste klas, maar Reagan kwam ermee weg. Fake news zou je het kunnen noemen. Dat noemden we toen nog geen fake news. Iedereen zei het is onzin, maar hij scoorde er in principe geweldig mee. Mijn indruk is dat het hangt natuurlijk een beetje vanaf wat er in Amerika gaat gebeuren. Omdat de Republikeinen daar toch wel goed verschanst zitten in allerlei instituties. Ja. Als Biden wint, ik ga daar niks verstandigs over zeggen, ik weet het ook niet precies, is het wel van belang dat ook de Senaat democratisch wordt. Ja. Blijft de Senaat republikeins, dan gaat hij niks voor elkaar krijgen. Dan heb je gewoon weer 4 jaar nihilisme en blokkade van de republikeinse kant. Daar moet je geen illusies over hebben. De jaren 30, de crisisjaren. President Franklin Roosevelt komt met een plan. De New Deal. Een gigantisch overheidsproject dat de Amerikanen weer aan het werk moet krijgen. Bijvoorbeeld door het bouwen van dammen in de vallei van Tennessee. Het zuiden van Amerika krijgt daardoor eindelijk elektriciteit. Maar is dat wel een overheidstaak? Happy days are here again. The skies above are clear again. Let us see. A song of cheer again. Happy days are here again. Op zijn verkiezingstournee door het land gaf Roosevelt mensen nieuwe moed door uitzicht op een betere toekomst. Zijn aanhangers zongen Happy days are here again. Let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. Nameless, unreasoning, unjustified terror. Which paralyzes needed efforts to convert retreat into advance. En onbevreesd begon Franklin Roosevelt met het beloofde regeringsingrijpen. Met zijn New Deal, zijn welvaartsplan voor iedereen. The Great Depression was a tornado or a hurricane, the current recession is a rainstorm. In magnitude, the Great Depression was far worse. People died of hunger, unemployment was higher. The jobs were fewer than in the current recent downturn. So you're comparing, if you compare now to the Great Depression,
That was a hurricane, and this is a rainstorm. The valley of the Tennessee River lies in the southeastern United States. It covers an area of 40,000 square miles, nearly as large as England. This is the way it was, year after year, in a forgotten part of the United States. This was the havoc caused by greed and neglect, and men working alone and unaided against the forces of nature. Farms, towns, industries smashed. Hundreds drowned. Thousands made homeless. This region lagged behind in almost every indicator. Health, school, jobs, we were behind. We had very poor resource stewardship. It was a very difficult place to make a living at that time period. It was a problem of reconstruction. Reconstruction of land, reconstruction of people. The question as now was whether the better solution for recovery comes from the private sector or the public sector, from the government or from business or future business, small business. And the philosophy of the New Deal was that the government will make the economy better. So it was a giant plan to restore an economy that was in trouble. And it was a series of executive orders and legislation that was passed really to hit on three R's: relief, recovery, and reform. The relief was to provide relief to the unemployed and the poor. The recovery was certainly to get the economy back to normal levels. And the reform was to reform the financial system so that you could prevent a depression in the future. So that was basically what the New Deal was. The Tennessee Valley Authority, de TVA, was een van de grootste openbare werken van de regering om de economie van het land weer op gang te brengen. In de vallei van de rivier de Tennessee, een achtergebleven gebied, werd de strijd aangebonden tegen het water en tegen de erosie. One of the questions of the New Deal was how to electrify the South of America. Here, New York had electricity in the 1930s. It was the way it is now, things moving. But the South was dark and still. And in the New Deal, people thought if the government comes along and does an electricity project on a river with hydropower, that will brighten up and light the South. Power working tirelessly, endlessly, raising standards, reducing drudgery. Power in the hands of the people. President Roosevelt told the nation that the project would set an example of planning not for this generation alone, but for all the generations to come. You had a lot of folks coming from the valley itself. It was a depressed area, so as part of that recovery program, TVA fell into the recovery part of the New Deal, and the folks came mainly from the valley region. You did have some people who came to work at TVA that were outside the valley, but by and large, it was for the people in this region. The dam builders, 200,000 of them in all, 4,000 on this one project. Talloos en gevarieerd waren de maatregelen die Roosevelt's regering ondernam. Maar groot was vaak de verontwaardiging bij zijn politieke tegenstanders en fel soms hun tegenwerking, waardoor het voor Roosevelt soms erg moeilijk werd zijn New Deal te verwezenlijken. And there was a private company right here in New York that wanted to light up the South. That company was called Commonwealth and Southern. And they couldn't believe the government would get into their business, right? Because they knew how to do it better. I stand for the restoration of full production and re-employment in American private enterprise. Wendell Willkie was a German-American who came from a family who had come over from Europe in 1848 or around then because they didn't like autocrats. They didn't like the Prussians, right? And they came here for freedom and liberty. And he was kind of a classical liberal. It's just the beginning of the fight, a fight for the preservation of American ideals, a fight to bring about unity in America, for the restoration of our domestic economy. What he did was say, no, we don't want this. There is an alternative. There's a business alternative for an economic downturn.
And that's what he did. His problem with TVA was that they were coming into a region where his companies were, and they were selling electricity cheaper, and he certainly opposed that. And their concern was that that would deter private development in the Valley region. Didn't they have a point there? Well, that's an interesting question, because it actually, that question went to the Supreme Court. The Supreme Court dismissed that in January of 1939 and ruled that TVA was actually constitutional. Wilkie surrendered to the TVA, if you will. Working as a hotel barker at Aberdeen, South Dakota, and as a field hand harvesting wheat, as a laborer in California, and in steel mills, in sugar fields, we need him. And we, the people, must and will elect Wendell Wilkie president, preserving our great tradition against a third term. Present administration has spent $60 billion. The New Deal stands for doing what has to be done by spending as much money as possible. I propose to do it by spending as little as money as possible. It is a pitiful spectacle to see Republican leaders call this great program waste and extravagance. Of course we spent money. It went to put needy men and women without jobs to work. And here the following day, Wendell Wilkie and Mrs. Wilkie come to Convention Hall. These representatives of the people demand a leader who is one of them, a man who came up the hard way. The greatest unbossed convention in all history decides. The people's demand is met. Over here, what we have is different campaign material that was my grandfather's for his 1940 presidential campaign. So during the campaign, we have different buttons and pins. And that was the chant, "We want Wilkie." And everybody swayed and picked my grandfather. The President of the United States, Franklin D. Roosevelt, speaks tonight on international affairs to clearly state the position of the country. And now, ladies and gentlemen, the President of the United States. Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. I regret to tell you that very many American lives have been lost. Because he was the president, because he had authority, because he was very good, Roosevelt had tremendous naval skill. He could navigate the entire East Coast. He was an accomplished sailor and had been at the Navy Department. He was the natural choice to be the leader in war. So because war was coming, as Wilkie had predicted, Wilkie lost and Roosevelt won. The New Deal. Jij begon met te zeggen dat het een groot plan was. Er was helemaal geen groot plan. Er was bij Roosevelt en zijn medewerkers de bereidheid om alles te proberen wat mogelijk was. En je ziet ze ook dat het aan het begin van de New Deal zit, ook institutioneel anders in elkaar dan de latere New Deal. Ja, uiteindelijk was de bedoeling om de arbeiders weer aan het werk te krijgen en de economie weer op te starten. Feitelijk is dat door de New Deal nooit helemaal gelukt in de jaren 30. Dat de economie weer eens gaan draaien heeft te maken met de oorlogsproductie. Ja. Dus vanaf het moment dat de Verenigde Staten, eigenlijk al het jaar voor de Amerikanen in de oorlog betrokken raken, start de Amerikaanse militaire productie op en dat verandert alles. Ja. Het Amerikaanse bruto product verdubbelt tussen 40 en 45. Is tenslotte ongeveer de helft van de hele industriële productie van de wereld. Hè. Amerika was veel meer dan nu een gigant vergeleken met alle andere naties op dat terrein. Maar dus de wezenlijke verandering, het opstarten van de economie, de nieuwe vitaliteit van de Amerikaanse economie, dat komt door de oorlogsproductie. We hadden het net over dat het een nieuwe sociale beweging was. Ja. Hè? En de overheid werd groter daarmee. Wat de meeste mensen helemaal niet weten is dat per hoofd van de bevolking zijn er in Amerika meer ambtenaren dan in Nederland, gek genoeg. Hè? En dat komt onder andere door dat statelijke niveau. De staten zijn verantwoordelijk voor infrastructuur.
behalve het Federal Highway Network. De staten zijn verantwoordelijk voor onderwijs en allerlei andere zaken. Je zag nu ook in de coronacrisis bijvoorbeeld dat sommige staten een heel snel en adequaat beleid voerden en andere staten niet waar al die kletskoek van Trump ook serieus hebben genomen. Ja. Waar ze nu ondertussen vreselijk voor gestraft worden. Dus je moet die statelijke overheden niet wegpoetsen. Nee. Bij ons zijn de provincies eigenlijk, die hebben ook wel een functie, maar dit is niet te vergelijken met de staten in de Verenigde Staten of de länder in Duitsland. Ja. Maar we zagen het ook, hè? We zagen het Wilkie, die was democratisch, die wordt republikeins om maar tegen Roosevelt te kunnen strijden, tegen die grote overheid. Dus waar komt dat wantrouwen nou vandaan bij Amerikanen tegen? Dat zit heel diep in de Verenigde Staten, dat de federale overheid die kan niet deugen. He, dat is toch een soort mythologie. Het gekke is dat de federale... Neem het Wilde Westen. Het Wilde Westen is een soort nationale mythologie in de Verenigde Staten. Wij doen er zelf aan mee door naar al die rare cowboyfilms te kijken. En het idee is dat Lone Rangers, eenzame, dappere cowboys met de six-shooter daarvan allerlei moois hebben gedaan. Je ziet Clint Eastwood op een paard zitten. Outlaw. Als je naar de werkelijkheid kijkt, dan blijkt altijd dat de federale overheid en het bedrijfsleven in de vorm met name van spoorwegbedrijven, of mijnbedrijven, een heel belangrijke rol heeft gespeeld in het openleggen van het Westen. En niet die eenzame cowboy die je niet waar weg ziet rijden, is de ondergaande zon tegemoet, zal ik nou maar even zeggen. Dat is mythologie. En de mythologie in Amerika wil is dat elke Amerikaan eigenlijk een frontiersman is. Iemand die zijn leven volledig zelf regelt. Daarom kopen Amerikanen ook allemaal een pick-up truck. Een pick-up truck is ook een symbool van, zie je, hè, we zijn onszelf, we zijn pioniers eigenlijk. Ja. Want als je in die bakken kijkt voor die pick-up trucks, ik heb daarop gelet, 90% van die pick-up trucks zit gewoon helemaal niks in. De pick-up is een symbool. De pick-up is van, kijk, ik ben een Amerikaan. Ik ben een pionier. Ik regel mijn leven zelf. Maar ondertussen is het natuurlijk zo dat ook in Amerika de federale overheid een heel belangrijke rol speelt. Zij het niet zo belangrijk als de nationale overheid, bijvoorbeeld in een land als Nederland. Wat ik dan toch altijd lastig vind te begrijpen, hè, dat gaat dus allemaal ten koste van goede infrastructuur, van goede gezondheidszorg. Ja. Ze zijn nu zo bang om dus die vrijheid kwijt te raken. Oh, dat bang. Daar wordt natuurlijk ook handig op ingespeeld. Omdat een deel van de elite, in het bijzonder de Republikeinse Partij, voelt er niks voor om op grote schaal sociale politiek te bedrijven. Dus ze hebben na de Tweede Wereldoorlog per slotverrekening alle zeilen bijgezet. Deels om de New Deal weer af te breken. In zekere zin kun je de huidige Republikeinse Partij nog steeds zien als een mega politiek project om een eind te maken aan de New Deal. Ja. Die zij beschouwen, of liever gezegd de machtige federale overheid, zien zij als een fundamentele aantasting van het ethos van de Amerikaanse samenleving. Ja. Namelijk van het individu wat zijn vrije gang kan gaan. Wat gewoon in elke moderne samenleving de grootst mogelijke flauwekul is. ...1988. Ronald Reagan is aan het eind van zijn tweede termijn. Zijn vicepresident George Bush is kandidaat voor de Republikeinen. Maar bij de Democraten melden zich 8 kandidaten. 7 mannen en 1 vrouw. Ach, dat is die lieve Pat Schroeder. Totaal kansloos, dat begrijp je ook wel. Je moet er achteraf zelf ook wel erg om lachen. We are heading for Tampa. For the Hillary rally, right? It's about an hour from here. Hopefully we get in. As I watch her campaign, a lot of this comes back and I realize what she's going through. I don't think anybody has been under as intense a scrutiny as she has. They never leave her alone. And yet she continues on with dignity and grace. Thank you. Hold up, Joe. Can't even get the media. Thank you.
mess. Buttons, buttons, and more buttons. You know, every state did something a little different. That was the biggest, right? There we go. Born Portland, Oregon, 46 years of age, husband James, 24 years, two children, University of Minnesota, BA, magna cum laude, Harvard University, Doctor of Laws, National Labor Relations Board, Denver, field attorney, 2 years, private law practice, Denver, 6 years. My husband was on that committee of young Democrats, and they were looking for a candidate to run for Congress. Well, I thought it was a marvelous opportunity, and she had a lot of credentials. And one night, I had put and our two-year-old to bed. He came home from the meeting and said, well, guess whose name came up? And I said, I don't know. Whose? He said, yours. I'm like, what did you say? And the rest is history. Everybody kept asking me, how could I be a congresswoman and a mother? And no one ever says, how can you be a congressman and a father? I said, look, it's this. I have a brain, I have a uterus, they both work. Well, I knew Pat almost from when she was first elected to Congress. Of all the women in Congress, she was the most welcoming for those of us who were on the front lines of the women's movement in the United States. 25 dagen geleden kondigde Gary Hart aan kandidaat te zijn voor het presidentschap. En tot het afgelopen weekende was hij ook verreweg de populairste kandidaat. En nu, minder dan een week later, heeft de ramp voor Gary Hart zich voltrokken. De droom is voorbij. And there it was. Gary had spent the weekend out on this monkey business boat with this young woman, and everything was breaking loose. We had 7 men running and no women. So I thought, well, okay, I'll get out there. We used to joke. It was sort of Pat Schroeder was Snow White and the 7 Dwarfs, because there were 7 men running and Pat. This we used in many, many campaigns. We just changed the message on the back for the campaign. But they were great. Got you through the summer months. That summer, a group of us came together and said, we'll help you. And a few of us will take time off work. We'll travel with you. We'll help raise money. We'll do what we can. We tried very hard every day to do as many different things as possible, to talk to blue-collar workers, to talk to women, to talk to minority groups, to just go out on the street and walk around and talk to just people, grocery stores, daycare centers, all sorts of different places we went. So we really went from morning to night. We never stopped. The issue is America ready to accept me as a qualified presidential candidate who is a woman? That's got to be the way it is. I think if my name were Patrick and you looked at the qualifications, they're certainly equal or better. You would give a speech on nuclear power or unions or whatever it was, and they would write about, why is she wearing green? You know, green just isn't a power color. And I think, really, is this about style, or is this about the guys never had to do that. I mean, we knew exactly what they wore. They wore a blue suit, a white shirt, a red tie. They wanted to look like they were busy to loosen the tie, you know, loosen the collar, throw the coat over the shoulders. What a woman. We either look like an unmade bed, or we look like a Vogue model. Wherever she's appeared, crowds have gathered, and people were indeed chanting, run, Pat, run. Letters began to pour in, offering support and money, all with little organization, all with little expenditure of funds. We were pleasantly surprised with the reaction we were getting. And I was on a trip with her to Minnesota, for example, and I'll never forget, we're driving in from the airport, and we see these long lines, like very long lines. We're thinking, oh, there must be a play or a concert or something. And as we get closer in, we realize those lines were there to see Pat. If I had sat down and really analyzed it,
these seven guys have been out there for months. There's no way you're going to catch up that late. Which I finally came to my senses and realized. It was a beautiful day. It was all of her constituents in Denver. There was this wonderful balloon arch in her colors. There were people, you know, run, Pat, run was her theme. Good morning, Denver. I was, first of all, shocked at how many people were there. Because it was the middle of the afternoon on a weekday, you know. Taking our Denver form of open politics on the road this summer, I learned a lot about America, and I learned a lot about Pat Schroeder. That's why I will not be a candidate for president. That went out. That really did it. So I shed a few tears, and oh my goodness, you would have thought I'd had a total nervous breakdown. There must be a way, but I haven't figured it out yet. There was a tremendous reaction to that, a tremendous negative reaction all over the country. It became a game. Who can write the most outrage editorial about this crazy woman who shed two tears? See, I set the movement back. Oh my gosh, it was awful. I kept saying maybe I could get Kleenex as a sponsor. You know, who knows? But the House of Representatives is the people's body. Just take a look, huh? Huh? You're doing fine. I started a crying file then of all the men who shed tears. And nobody ever seemed to, that was wonderful because they showed that they were compassionate. And that's when you begin to realize there's this whole different thing for women. I wanted America to see me as a candidate for president who was a woman rather than a woman's candidate. She found that too much of America wasn't ready to do that. It's just not the time yet. People aren't ready to vote for a woman, or enough people weren't ready. So I'm out. And so I ask you, dream with me and make our dreams come true. Pat Schroeder for our president, the best for me and you. Schroeder zegt het zelf al. It was just not the time. Ja, het is wel aandoenlijk, hè, zei zij. Was natuurlijk een volkomen kansloze kandidaat. Zoveel is duidelijk. Maar het is nog steeds mijn overtuiging dat Hillary verloren heeft, primair omdat ze een vrouw was. Ook om allerlei andere redenen, want je verliest nooit om één specifieke reden, maar misogynie is nog steeds een factor van groot belang. Dat een vrouw kennelijk toch lastiger te accepteren is als president van de Verenigde Staten dan een man. In zoverre dat Amerikanen dus liever een zwarte president hebben, hè? Zoals Obama, dan een vrouw. Goed, heb je weer het probleem zwart. Want ja, iedereen zegt altijd, ja, Obama is zwart. Vond hij zelf ook over. Hij heeft ook vrij wel bewust gekozen voor zijn zwarte identiteit. Maar wat mensen altijd vergeten is dat hij een lelieblanke moeder had en een zwarte vader. Als je hem zwart noemt, kun je hem net zo goed wit noemen. Logisch. Dat is een Europese manier om naar te kijken. Nou, voor Amerikanen, als je een donkere huid hebt, ben je zwart. Ik heb gedacht, bij Obama is dat ambivalenter dan het op het eerste gezicht lijkt. Hij heeft zelf ook die keuze gemaakt. Dat hij zich identificeerde met zijn zwarte identiteit. Deels word je in Amerika ook wel gedwongen om je tot die identiteit te bekennen. Om het zo maar te zeggen. Maar ik denk dat in Amerika nog een hele weg te gaan is voordat een vrouw daadwerkelijk succesvol
kan zijn in een presidentiële race. En waar zit dat in? Nou, ten eerste, ik vond ook zelf wel dat zij was de vrouw van een vorige president. Hè? En toen Clinton werd gekozen in de tijd, toen zei hij ook, ja, je krijgt er één, je krijgt er twee voor de prijs van één. Daar was ik het volledig mee oneens. En je kiest één president, je kiest niet een echtpaar. Dan zo is dat, daar ben ik, dat vind ik een ongelukkige zaak. En in die zin vond ik het jammer dat de eerste, laten we zeggen, potentieel succesvolle vrouwelijke kandidaat de vrouw was van een vorige Amerikaanse president. Laten we wel wezen, zonder het charisma van Bill hadden we nooit van Hillary gehoord. Was ze heel succesvol geworden, ze is een harde werker, het is een intelligente vrouw. Enzovoort, enzovoort, maar we hadden nooit van haar gehoord. Terug naar Pat Schroeder, want waarom kon het toen echt niet? Nee, het kon toen echt niet, nee. Zij was een volkomen marginale kandidaat. Heel populair, want dat wordt in het filmpje ook wel duidelijk. Dat kwamen aanzienlijke groepen van vrouwen op af. En was ze marginaal omdat ze vrouw was? Of gewoon omdat ze niet de credentials verder had om het ver te houden? Beide speelt een rol, naar mijn idee. Maar als een vrouw in 88 gekozen was tot president van de Verenigde Staten, dat was een wereldwonder geweest. In zekere zin was Obama ook een wereldwonder. Ook Obama dankt zijn verkiezing in feite aan zijn voorganger, die er natuurlijk een onbeschrijfelijke puinhoop van heeft gemaakt. Zoals, denk ik, Trump deels zijn succes dankt aan zijn voorganger Obama, omdat dat toch een zwarte president was wat voor heel veel Amerikanen moeilijk lag. Moeilijker dan wij misschien dachten toen Obama voor het eerst werd gekozen in 2008. Laten we het nog heel veel hebben over de opmerkelijke huilbui. Ja, ik moet... Nee, huilbui is niet het goede woord, maar emotie. Zij schiet vol, dat is heel begrijpelijk, ja, toch? Ja. Zou ik vol schieten. Je hebt maandenlang heb je de vuur uit de sloffen gelopen en dan tenslotte begrijp je ook wel dat het een volkomen kansloze onderneming is. Misschien had ze toch nog wel illusies of, nou ja, dat weet ik niet. Wat er precies door haar heen is gegaan. Zij is er nu wel erg lacherig over. Dat is, ik weet niet of ze het helemaal 100% verwerkt had, eerlijk gezegd. Maar, als een man huilt, dan laat hij compassie zien. En als een vrouw huilt, is ze zwak. Ik ben zelf een enorme huiler, maar ik beperk mij ook. Ik zou maar zeggen, dat is bepaalde muziek, waarbij ik ervoor zorg dat ik die alleen beluister als ik alleen ben. Want ik weet zeker dat mijn tranen, die zullen rijkelijk vloeien. Bent u een huiler? Ja, zeker ben ik een huiler. Ja. Maar alleen door muziek of ook als Nee, ik heb het vaak gezegd. Er hoeft maar een hondje uit een vijver gered te worden of ik schiet al vol. Dus dat is... Wanneer ziet u voor zich dat er een vrouw president wordt in Amerika? Nou, in mijn leven gaat dat denk ik niet gebeuren. Daar moet ik erbij zeggen dat ik een heel leuk stukje heb geschreven. Ik geloof 20 jaar geleden. Over... redenen waarom je nooit president van de Verenigde Staten zou kunnen worden. En een van de redenen was dat je een baard hebt. Als je een Amerikaanse politicus met een baard, dan weet je, het is klaar. Niet, Lincoln heeft hem ook afgeschoren. Nou, en een van de redenen was een zwarte president. Dat gaat niet gebeuren. En kijk, in 2008 wordt een... Obama was ook wel een apart geval natuurlijk. Hè? Charisma, intelligentie, cool. Ik bedoel, veel beter krijg je ze niet gewoon. Maar ze zijn misschien ook wel hele coole, charismatische vrouwen. In alle opzichten heeft Amerika veel te weinig gebruik gemaakt van de talenten van Obama. En dat komt natuurlijk door de Republikeinse Partij. Die hem 6 jaar lang heeft gedwarsboomd op een hele efficiënte manier. Omdat ook het systeem dat ook mogelijk maakt. Ja. We hebben nu 2 hele oude presidentskandidaten. Ja, en als Joe Biden wint, dan hebben we... Joe Biden is nog een jaar ouder dan ik. Biden heeft een vrouwelijke running mate. Kamala Harris, ja. Harris, ja. Wie weet, ik had dat helemaal niet uitgesloten dat hij dan ergens de zaak zou moeten overnemen. Ja, who knows. Ja, maar goed, dat had hij beloofd dat hij dat zou doen. Ja. Maar in principe spelen vicepresidenten tot ze het worden nooit een rol van betekenis. Nee. Denk aan die sukkel die er nu zit. Hè? Een volstrekte schertsfiguur ook. We gaan verder. ...1976, de leugens over Watergate, de leugens over de Vietnamoorlog. Veel Amerikanen hebben genoeg van Washington. En dan meldt zich een buitenstaander. Een pindaboer uit Georgia die president wil worden. Een man van het platteland die pleit voor eerlijkheid. When I was 5 years old,
I would go out in my father's peanut field and I'd pull up peanuts, pick them off the vine. The next morning I would boil them. And I walked down this railroad about 2.5 miles to Plains, and I would sell 20 packages of boiled peanuts every day at 5 cents a package. So I made $1 a day. And that was as much as a grown man was paid during the Great Depression years, when we had 35% unemployment in America. And $1 a day was a very good income for anybody, particularly for a five-year-old. So you can see how deeply involved I am, not only with Plains, but with peanuts. I'm a Southerner, and I'm proud of a heritage that shows concern for the working men and women who are the backbone of our great nation. These are the people who are often cheated by an unfair system of government. These are the people forgotten by the present administration, while the influential and powerful get special favors. When I'm elected president, that will change. We in the South can help by voting for Jimmy Carter, a leader for a change. We knew he could do it. Hamilton Jordan and I and Jody Powell and others were very proud of the way he had campaigned for governor and the way he had been a progressive Southern governor. And we had a feeling that this was his time. As we first began to discuss it, we couldn't quite bring ourselves to admit to each other exactly what we were talking about because it sounded so presumptuous and difficult. And we sort of referred to it as a thing, or the idea, or the project. And I remember Hamilton saying, "We think you should run for it." And he couldn't get the word up, president. And he looked at us with steely blue eyes and didn't know where he was going. I said, "Of the United States." He said, "Yeah, I understand." And then we told him why we thought he would be a good candidate. He had thought about it, of course. And he said, "Well, what do we do next?" After we told him all the reasons. A Southerner, a businessman, somebody who'd run a state, not a legislator, not somebody who sits in Washington and talks all the time. And we said, "Well, we'll come up with a plan." Jimmy who? I don't know who he is. Jimmy Carter's baseball player, isn't he? I heard he was a peanut farmer. I picture him like one of us. One of the working people, one of the common people. He could devote, out of 365 days of the year, he could run 300 days on the road and run in every state. Huh. It's like you got lucky. Yeah. How much did it cost you? About $3. How old are you? Do you tell anybody? I'm 85. 85? Well, you're still awfully young. I'm a youngster. Hi. Hi. Jimmy Carter, good to see you. Oh, I don't want to take your money. In fact, I want to cut your taxes, as a matter of fact. Run on the themes of, I want a government as good and as honest and as decent as the American people, and be a more populist, not from Washington candidate. And he said, "Okay, I'm going to run. Campaigning hard, I don't intend to lose. I believe you're looking at and listening to the next president of our country. You don't want anything selfish out of government, but just want us to have a nation once again with a government that's as good and honest and decent and truthful and fair, idealistic, compassionate, is filled with love, as all the American people." He said his name was Jimmy Carter, and he was running for president. I was his media person. I did all the ads and the commercials. And in preparation for that, starting 2 years before the election, I started following around with a film crew. We got him as he was. We didn't contrive anything. We didn't get him to be what he wasn't. And the camera recorded what he was doing. And we saw him talking to people and empathizing with people, talking about the issues with no script, no script, and saying things such as, "We've been lied to many times. I'll never lie to you. I'll never tell a lie. I'll never make a misleading statement. I'll never betray the confidence that any of you has in me. And I will never avoid a controversial issue. I'll never lie to you," he said to the voters. And
to reporters who have covered politics for a long, long time, that's like a pretty high order. But he insisted to continue to say that. We were in the aftermath then of lies about Watergate and lies about Vietnam and the assassination of Martin Luther King Jr. and John Kennedy and Robert Kennedy. So the country was looking for someone who would just tell the truth. One for all, why not the best? Governor Jimmy Carter is hereby declared the 1976 Democratic nominee for President of the United States. My name is Jimmy Carter, and I'm running for president. The question always became, and it always will for somebody new, is he presidential? Has he crossed over the threshold to be a plausible president? So in the primaries, you know, we saw this guy in his blue jeans working on the farm, more like people like you and me. We started then doing some commercials, which were, I like to say, talking head spots. In a suit. I have a vision of America, a vision that has grown and ripened as I've traveled and talked and listened and learned and gotten to know the people of this country. I remember him saying to me one time, what's the worst thing can happen to me? I'll lose. If I lose, what do? I go back to planes. I like living in planes. He's a person who is confident of himself, confident in his own body, and has a sense of place. And when you have that to start with, you can take the chance, the long gamble to do something like run for president. I came all the way through. Through 22 months, and I didn't get choked up until I... Wat sprak ze nou aan? Wat sprak Carter nou aan in Amerika toen hij begon? Dat hij een outsider was natuurlijk. Kijk, Nixon was afgetreden. Omdat hij bedreigd werd met impeachment, zoals we geconcludeerd hebben. En werd automatisch opgevolgd door zijn vice-president Gerald Ford. Ford, ja. Een weinig tot de verbeelding sprekende figuur. Bovendien in september van 1974 zei hij dat hij van plan was om amnestie aan te bieden aan Nixon. Vanaf dat moment eigenlijk scoort hij slecht in de peilingen. Hij heeft een weinig overtuigende campagne gevoerd in 1976. En Carter had een, nou ja, zei ik ben de outsider, ik ga altijd de waarheid zeggen, ik ga jullie nooit belazeren, enzovoort, enzovoort. Carter was een intelligente man. Die ook inhoudelijk heel behoorlijk was. En heeft, het was niet een spectaculaire overwinning, maar heeft uiteindelijk toch vrij duidelijk van Ford gewonnen. Naar mijn idee ook wel terecht. Ook omdat natuurlijk toch Ford geassocieerd werd met de Republikeinen. Ja. Die betrokken waren bij dat ja. Watergate-schandaal. Ja. Omdat de Republikeinen ook bij tussentijdse verkiezingen al heel slecht gescoord hadden. Ja. En dat wordt pas gerepareerd eigenlijk in als Reagan aan de macht komt. Ja. Ja. En dat idee van de buitenstaander, zeg maar de buitenstaander versus Washington. Het idee van de buitenstaander speelt in alle politieke systemen een belangrijke rol. Dat is niet een specifiek Amerikaans verschijnsel. Dat je zegt, joh, ik ben eigenlijk helemaal geen politicus. Je hebt politici, dat zijn zonder uitzondering oplichters en kletsmajoors. En die maken de dingen mooier dan ze zijn en... Ze spreken nooit de waarheid en dat idee. In Nederland hadden we Dries van Acht. Die idee ook, het was allemaal tegen zijn zin eigenlijk. En het hoefde eigenlijk ook niet zo. En dan ging ik liever fietsen. Nou ja, maar al dat soort. Dat is op zichzelf een hele efficiënte strategie. Carter was ook een echte outsider. Zei het dat hij wel gouverneur van de staat Georgia was geweest. Ja. Dus ze had duidelijk. Zo'n erge. Ja, dus ze had duidelijk al wel ambitie getoond. Ja.
Maar het feit is dat hij op een hele handige manier gebruik heeft gemaakt. Je zag ook zijn medewerkers die daarbij een belangrijke rol hebben gespeeld. Van de hervormingen die na 1972 waren geëffectueerd in het hele presidentiële kiessysteem. Om het zo maar te zeggen. Met die voorverkiezingen en dat niet meer de partijoudsten mochten beslissen. Het was eigenlijk gedemocratiseerd. Daarvan hebben Carter en zijn medewerkers geweldig gebruik gemaakt. Carter is natuurlijk, heeft maar één termijn gehad. Dat betekent eigenlijk altijd dat iedereen vindt dat je slecht gedaan hebt. Ja, dat je het niet goed doet. Omdat je tweede verkiezing is een soort van bewijs van dat je het goed gedaan hebt. Een bevestiging. Ja. En dat is toch niet helemaal terecht. Carter heeft veel pech gehad, naar mijn idee. En heeft ook dingen niet zo verstandig gedaan. Maar Carter was geen slechte president, zonder meer niet. Maar hij heeft Reagan onderschat. Reagan hoort dat type, tot dat type van politici, waarvan mensen eigenlijk wel weten dat het een onnozelaar is. Maar een onnozelaar kan een efficiënte en effectieve politicus zijn, omdat Reagan natuurlijk een meester was van het televisie-instrument. Dat was Carter in allerlei opzichten niet. Hij was blij zelfs met Reagan als hij dacht, Reagan is onze tegenstander, die gaan we makkelijk, precies. Ze dachten, makkelijk verslaan. Ja, ze dachten, een onnozelaar, dat gaat heel makkelijk. Er is een fameus debat gehouden tussen Reagan en Carter. Iedereen zou zeggen, Carter qua feitenkennis, qua kennis van een hele zaak, Reagan kan nog niet in zijn schaduw staan. Maar het is door de effectiviteit van Reagan, want Carter had dan steeds kritiek op Ronald Reagan. En toen zei Reagan op een goed moment zo op zo'n, hey, there he goes again. En dat was eigenlijk een vernietigend moment. Ja, he, dus, het gezwets, dus, daar moeten we Reagan, niks van hebben. Precies. Ja. Reagan wist eigenlijk wat de kijkers ook dachten. Want we hebben nu ook een beetje over eerlijkheid versus dat gelieg en gekonkel in Washington. Maar Carter zei, ik zal altijd eerlijk zijn. Ja, ik geloof dat hij dat deels... Kon hij dat waarmaken? Ja, Carter, die is ook nog eens geïnterviewd door de Playboy. En nou ja, Carter die zegt van dat hij ontzettend veel van zijn vrouw houdt. Maar dat hij wel eens bij het kijken naar andere vrouwen zondige gedachten heeft gehad. Wie niet, zou ik zeggen. Wie niet? Vrouwen en mannen. Maar dat gaf een ontzaglijke opwinding dat hij de zondige gedachten had gehad. Want ik had wel een komisch moment. Eigenlijk. Dat was heel erg. Dat vonden mensen heel erg. Dat vonden mensen heel erg, ja. Dat je zondige gedachten. Of dat je andere vrouwen dan je eigen vrouw. Dat je daar zondig over gedacht had. Op tv, dat vindt niemand erg. Er wordt op de tv. Op alle tv, in alle denkbare tv-situaties gelogen dat het gedrukt staat. Een president, moet die wel eerlijk zijn? Niet altijd, nee, dat is niet verstandig. Maar dat geldt niet alleen voor presidenten, dat geldt ook voor echte lieden. Moeten die altijd onder alle omstandigheden eerlijk zijn? Nou, ik zou het niet aanbevelen, eerlijk gezegd. Ben je altijd onder alle omstandigheden eerlijk geweest tegen je vriend? Altijd, over alles. Nou, ik probeer het wel. Ik probeer wel eerlijk te Daarmee zijn. Daarmee heb je al toegegeven natuurlijk dat dat lang niet altijd het geval is. Nee, het lukt niet altijd, maar nee, ik probeer het. Is... En gelukkig, dat toont aan dat je een volwassen, intelligent mens bent. Zullen we naar de volgende clip gaan? Ja, dat lijkt me verstandig. Voordat dit te ver gaat, voordat dit uit de hand loopt. Straks de fatsoenlijke Michael Dukakis en de verrassende overwinning van Harry Truman. Maar eerst John F. Kennedy. 1961. Kennedy begint opgewekt en vol energie aan zijn presidentschap. Maar in de eerste 100 dagen komt hij tot de ontdekking dat de problemen waar hij mee te maken krijgt veel groter zijn dan hij dacht. John Kennedy heeft Richard Nixon verslagen. Stem van Philip Bloemendaal. Ja, dat is wel een mooie ouderwetse stem, is dat. ...campagne kreeg van president Eisenhower, die hem onder andere vergezelde bij zijn intocht in New York, heeft het Amerikaanse volk, hoewel niet met grote meerderheid, toch zijn voorkeur laten uitgaan naar de kandidaat van de Democratische Partij, de 43-jarige senator John F. Kennedy. Election night 1960, I was with the then senator Kennedy. And his brother and others.
at the family home in Hyannisport on Cape Cod, watching the returns, knowing that it was very close. And it became very, very late at night, and the president went over to his own house to go to sleep. I stayed by the television set. I believe everyone else had gone. Finally, the sun was coming up when the television correspondents said it looked as though Kennedy had won California, and that would make the difference. Er zijn weinig mensen die John F. Kennedy zo van nabij hebben meegemaakt als de nu 80-jarige Ted Sorensen. This painting on the wall depicts President Kennedy and me sitting at the cabinet table. Als senaatsmedewerker, campagneleider, speechschrijver en speciaal adviseur stond hij 11 jaar lang aan Kennedy's zijde. Hij was dan ook een van de eerste die Kennedy met zijn overwinning feliciteerde. So I walked over to his house and I went up and walked into his bedroom just as he received a phone call from his mother-in-law congratulating him, and I congratulated him, and he said, "What about California?" And I said, "You won." This is the White House, the home and the office of the President of the United States. Last November, some 70 million American citizens cast secret ballots to determine who would fill this chair, to determine upon whom would fall the responsibilities of this office. The choice was John Fitzgerald Kennedy, the youngest man ever elected. 20 januari 1961. John F. Kennedy op weg naar zijn inauguratie als president. Over de toespraak die hij zal houden is tot in het kleinste detail nagedacht. Undaunted by the unusually cold weather, the crowds began to gather early in the morning. And here beneath the gleaming dome of the Capitol, honored guests are assembling in order to take their places on the portico. He suggested that I take a look at all the presidential inaugural addresses of the 20th century. Believe me, that was a sorry lot of speeches, except for Roosevelt's first. And I didn't learn much. But then he also suggested I take a look at what is probably the greatest public address of any president in the history of this country, Abraham Lincoln's address at Gettysburg Cemetery. And that was a speech that I knew quite well, but I read it and studied it still again. And what did he learn? I found that Lincoln was a master at using short words in short clauses in a short speech that actually was only a little more than a dozen sentences. And Kennedy wanted his inaugural address to be short. Let every nation know, whether it wishes us well or ill, that we shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe, to assure the survival and the success of liberty. The traditional inaugural parade begins. This year celebrating the birth of a new generation of Americans. A new generation, in President Kennedy's words. Born in this century, tempered by war, disciplined by a hard and bitter peace, proud of its ancient heritage. At noon, he took the oath of office. That was followed by a long parade. That was followed by a number of celebratory inaugural balls. And I did not see him until the next day when I entered the White House. And he woke up there for the first time on January 21. So how was he doing? Fine. He, of course, was thrilled to be there. Well aware of the burdens he faced. He had already started work
when the Coast Guard marched by in the inaugural parade, he noticed that there were no black faces among those marchers, and he had immediately demanded to know why it had not been open to black citizens and to make certain that that changed. No man entering upon this office, regardless of his party, regardless of his previous service in Washington, could fail to be staggered upon learning, even in this brief 10-day period, the harsh enormities of the trials through which we must pass in the next 4 years. I feel I must inform the Congress that our analysis over the last 10 days make it clear that in each of the principal areas of crisis, the tide of events has been running out, and time has not been our friend. One place after another, Asia, Latin America, Africa, there were threats and pressures. As Douglas MacArthur, the former general of American armies in Asia, said when he visited Kennedy, the chickens are coming home to roost. And unfortunately for you, you were in charge of the chicken house. There's no doubt about it that he became a better president. I think that the first 100 days can be a dangerous time. A president thinks he's been elected president of the United States, the highest position in the world. He must have a magic touch. He must have a golden magic rod. No, of course not. There is no such thing. But it's a very heady time, and you think you will succeed because you've been succeeding all your life. Between those who advise or speak or legislate, and between the man who must select from the various alternatives proposed and say that this shall be the policy of the United States. Well, it's much easier to make the speeches than it is to finally make the judgments. Also, a president has to learn from his mistakes. He has to learn from his mistakes. He has to learn whom he can trust, whom he can rely upon, who has real character, real judgment, that being the most important quality in the White House, and who has just a reputation, a title, and lots of medals, which don't prove judgment at all. Nou, we zagen Ted Sorensen, hè, speechschrijver. Hoe belangrijk is een speechschrijver in het beeld dat neergezet wordt van de president? Dat is vrij belangrijk. Als je denkt aan zijn inaugurale reden, waarvan we een paar stukjes hoorden, die heeft in de tijd een enorme indruk gemaakt. Ja, ik vond het een beetje overdreven allemaal, dat Churchilliaanse proza, hè, met zo'n cadens erin en dan van die herhalingen. En met die fameuze zin natuurlijk, hè, vraag niet wat je land voor jou kan doen, maar vraag wat jij. Terwijl ik vind dat volkomen onjuist. Het is heel belangrijk dat je vraagt wat je land voor jou kan doen. Hè. Daar betalen we belasting voor en daar hebben we ook een overheid voor om iets voor jou te doen als je dat nodig hebt. Ja. Dus ik vond dat altijd nogal een padvinderachtige zin. Dat je denkt, kom op, wat is dit voor onzin? Dus dat die hele reden een beetje, nou ja, Kennedy's. Het zijn ook een beetje Amerikanen, hè? Dat zit daar ook het zijn mee, Amerikanen, ja. Dat weet ik, maar ik had de retoriek wel wat minder willen hebben. Ik ben sowieso niet een groot liefhebber van dit type van retoriek. Ik zwijg nog van al die schetterende tettermuziek die bij vrijwel al die filmpjes ook, hè, kennelijk ja. Iets te maken heeft met de Amerikaanse politiek. En het probleem is natuurlijk dat Kennedy zei, ja, het was een new generation en ze waren gestaald in oorlogvoering. En uiteindelijk, als je kijkt naar zijn beleid in het eerste jaar van zijn presidentschap, doet hij eigenlijk alles fout wat je fout kunt doen. Ja. Waarom? Dan had hij het ook wel lastig, maar denk aan de invasie op de Varkensbaai in Cuba. Daar had hij natuurlijk nee op moeten zeggen, dat durfde hij niet te doen. Denk aan het feit dat hij zijn twijfels had over het Vietnamese avontuur. En toch heeft doorgezet. En er toch mee doorging, omdat ja. Nou eenmaal dat was de communis opinio in die tijd in Washington. Hij was, ondanks al zijn nieuwheid en ondanks een nieuwe generatie, en hij was lang niet dom, het was gewoon een cold warrior. Hij zag van alles in de Koude Oorlog. Terwijl het misschien toch een moment was waarop eens wat beter had moeten worden nagedacht. En pas na de rakettencrisis van najaar 62
gaan ze erover nadenken. En dat is dan de start van een lang en op zichzelf naar mijn idee nuttig détenteproces. U zegt ook al dat dat eerste jaar, en Ted Sorensen heeft het ook over dat die eerste 100 dagen gevaarlijk zijn. Waarom zijn die dan zo gevaarlijk? Nou, had hij maar iets gevaarlijker dingen gedaan, dat zou naar mijn idee beter zijn geweest. Had hij maar iets duidelijker gemaakt dat hij met een aantal dingen niet door zou willen. Maar dat hebben ze uiteindelijk wel gedaan. Daarna hebben ze bijvoorbeeld ook eindeloos geprobeerd om op allerlei gekke manieren om Castro te vermoorden. Waarbij je ook denkt, tenslotte zo gek dat het congres jaren later een wet heeft aangenomen die het onmogelijk maakt dat de Amerikaanse regering officieel bezig is om buitenlandse staatshoofden te vermoorden. Wat natuurlijk ook een hele wonderlijke toestand is. Ja. Dus nee, hij had naar mijn idee wel wat doortastender kunnen zijn. Hij heeft dan natuurlijk maar 1000 dagen gezeten. Je hebt ook allerlei mensen zeggen, ja, als hij herkozen was in 64, zag het ook wel naar uit. Was waarschijnlijk Goldwater toch de tegenkandidaat geweest, had hij zeker gewonnen. Dan zou hij al die dingen wel gedaan hebben die hij eigenlijk had moeten doen in zijn eerste termijn. Daar heb ik nooit iets van geloofd. Nee, waarom niet? Omdat Kennedy uiteindelijk gewoon ook een kind van zijn tijd was en niet een politicus die werkelijk nieuwe ideeën had en werkelijk bereid was om origineel nieuw beleid te voeren. Behalve misschien op sociaal gebied. Maar ook daar, ook in zijn relatie bijvoorbeeld met Martin Luther King, is altijd aarzeling, kan ik het wel doen, ga ik niet te ver. Dat speelt steeds een rol. Ja, uiteindelijk is het natuurlijk ook Johnson geweest die echt de Civil Rights Act heeft aangenomen. En dan moeten we nu constateren natuurlijk dat Johnson, zeker als het gaat om de binnenlandse politiek, een politicus was van een totaal andere afmetingen dan John F. Kennedy. Johnson was ook in de jaren 50 natuurlijk. Waarom heeft Kennedy een lange campagne moeten voeren met in voorverkiezingen? Omdat Kennedy feitelijk een outsider was. Omdat hij ook als senator nou bepaald niet een geweldige, verpletterende indruk had gemaakt, integendeel. Dus nee, ik vind juist dat Kennedy overschat is en dat te veel. Dat heeft natuurlijk iets te maken met het feit dat hij op dramatische wijze vermoord is in november 63. Maar dat hij te veel als held gevierd wordt. Ja. Als je echt een belofte wil blijven, kan ik iedereen warm aanbevelen jong te sterven. Hij zegt ook zelf, hè, je ziet ook die aarzeling, die zie je bij hem. Hè? Dan word je president lastig. En dan wil je is het best wel lastig eigenlijk om beleid te voeren. Ja. Dus die aarzeling ook wel duidelijk bij hem. Ja, en hij voert dan dus geen verstandig beleid. Waarom je in godsnaam die varkensbaai-operatie door laat gaan. Hij had wel twijfels, dat was typisch Kennedy. Hij had zijn twijfels wel. Intellectueel was hij betrekkelijk vaardig, maar had nooit de moed om die twijfels ook te vertalen in beleid. Ja, maar was hij dan wel echt een goede president? Nee, over de hele linie was hij niet een sterke, vernieuwende, bijzondere president. Wat zijn opvolger Lyndon Johnson wel was. Ja. Maar Lyndon Johnson had niet de zekerheid in de buitenlandse politiek om te zeggen, in godsnaam, we moeten een eind maken aan dat uitzichtloze donderstraal in Vietnam. En is tenslotte, Johnson is tragisch gesneuveld in de Vietnamese interventie. Ja. In metaforische zin. ...1963, 22 november, 10... Oh, ja. Ja, we gaan het er toch over hebben. Nou, vooral de Nederlandse media zijn meesterlijk in beeld gebracht in dit stukje. 1963, 22 november, 21:30 s'avonds, Nederlandse tijd. Buiten is het donker en guur. In de Amerikaanse stad Dallas is het dan 12:30 middags en schijnt de zon. Duizenden mensen juichen op straat de president toe. En dan klinkt er een schot. Twee schoten, maar goed. Ook niet belangrijk natuurlijk. Maar er klinkt eerst één schot. Ja, eerst klinkt je begint één altijd schot. Met eentje. Ja, daar ben ik met je eens. At Dallas Love Field. And there is Mrs. Kennedy, the first lady stepping from the plane. Dat is toch een gek idee, hè? Daar loop je dan. Ja. Je hebt geen idee. Je hebt minder dan een uur nog te leven. Wearing a dark suit. Steps off directly behind. There has been an attempt, as perhaps you know now, on the life of President Kennedy. He was wounded in an automobile driving from Dallas Airport into downtown Dallas, along with Governor Connally of Texas. They've been taken to Parkland Hospital there, where their condition is as yet unknown. In Dallas, Texas, is vanmiddag om 12:30
President John F. Kennedy in een open wagen neergeschoten. Volgens de eerste berichten is de Amerikaanse president zeer ernstig gewond. Het schot verwondde de president in het hoofd. In de auto zat ook mevrouw Kennedy, die de president opving nadat twee schoten op hem waren gelost. De president viel neer tegen zijn vrouw aan. Nee, dit niet, riep zij schreiend uit. Kunt u zich herinneren dat u het bericht hoorde van de aanslag? Jazeker, dat was namelijk in de studio zelf. Ik zat daar met Fred Emmer, mijn collega. We hadden allebei dienst, maar hij zou 8 uur lezen. De omroepster moest snel opstaan. En op de warme zitting kwam ik terecht en was nieuwslezer in hetzelfde studiootje. Zojuist ontvangen wij het bericht dat er een moordaanslag is gepleegd op het leven van president John Fitzgerald Kennedy. Wij zaten in Hilversum in de Emmastraat. Daar was het journaal gevestigd in barakken. Maar het journaal werd uitgezonden in Bussum. Dus iedere keer moest er gereisd worden van Hilversum naar Bussum. En dat betekende dat je zo tegen de tijd dat het journaal klaar was, dat was een grote film, in een taxi met een nieuwslezer, met een regisseur naar Bussum. En wij zaten dus Studio Vitus, een heel primitief gebouw. In geval van groot belangrijk nieuws lijkt me dat heel ongemakkelijk. Dat is ook zo. We hadden wel een telex. Een woord dat misschien verouderd is inmiddels. Nou, in ieder geval een apparaat dat verouderd is. Ja. Als jong redacteur bij het NOS Journaal had ik dienst en ik was verantwoordelijk voor bijhouden van het nieuws. En ik stond dus in de telexkamer toen het allemaal begon. Ik zat in een hok met 8 telexen. En één daarvan was een correspondentietelex, waardoor ik van Hilversum naar Bussum de zaken door kon geven. Maar je moet dan als redacteur eerst kijken natuurlijk op de machine van, in dit geval UPI, waarop dat nieuws binnenkwam. Nadenken, weer naar die andere machine lopen, waarop je komt corresponderen met Bussum, naar de collega's. Dus daar zitten natuurlijk ook wel een paar minuten tussen. Ja, hier begint het, om 19:44. Het eerste bericht is dus om 19:44, lijn openhouden. President Kennedy is waarschijnlijk om het leven gebracht. Bijzonderheden ontbreken nog. Over de precieze toestand van de zwaargewonde president bestaat nog onzekerheid. Daarna gaat het journaal gewoon verder. Met berichten over hoogwater in Zuid-Nederland en relletjes in Caracas. Terwijl de televisie wanhopig een vorm probeert te vinden om het nieuws door te geven, draait de radio op volle toeren. Alle geplande programma's komen te vervallen en de omroepen slaan de handen ineen. Heeft het verbijsterende nieuws uit Amerika de grootst mogelijke verslagenheid teweeg gebracht. Hier is Brussel. Miljoenen Belgen hebben zojuist ademloos naar hun minister-president geluisterd. Het ging allemaal gesmeerd. Het hele radiobedrijf was natuurlijk al oud en erg goed op elkaar ingespeeld. En iedereen wist in blindelings van een ander wat die ander deed en wat hij dus zelf moest doen. Ik heb daar de beste herinneringen aan. Dat was echt professioneel. President Kennedy is dood, punt. En dan tussen haakjes Reuters meldt. De Amerikaanse president John Fitzgerald Kennedy is om het leven gekomen bij een moordaanslag in Dallas, Texas. Dit nieuws lezen, leest dat anders dan een willekeurig bericht? Nee hoor. Ik vind het zo niet. Nieuws is nieuws. Na de doodstijding door Fred Emmer verschijnt de presentator van Brandpunt, Frits van der Poel, in beeld. Hij zegt, dit is heel erg, maar we moeten verder. Daarom vervolgen we zoveel mogelijk ons gewone programma. En dan ziet de kijker een interview met Mitterrand en iets over insectengif. Ja, daar zat de kijker toch niet echt op te wachten. Nee, ik ook niet. Ik had veel liever gehad dat wij toen inderdaad een kaart in beeld hadden gebracht met de tekst, wij wachten op nadere berichtgeving omtrent te worden. Kennedy, nou, wij moesten bewegend beeld geven. Ik heb toen met mijn programmaleider contact opgenomen en gezegd dat vind ik niet goed. Maar die zei, nee, wij geven bewegend beeld en je moet maar gewoon doorgaan zo ver als mogelijk. Je kunt het altijd onderbreken en dan kun je met nieuws komen. Maar dan hou je de kijker vast. Dat was natuurlijk toch de gedachte erachter. Maar de kijker denkt daar heel anders over. De KRO krijgt de volgende dag woedende brieven. Eén kijker stuurt zelfs een telegram. De telefoon stond ook overigens
bol van reacties, hoor. Ik kreeg geen kans om te bellen, want die was voortdurend in de studio... was die in gesprek van kijkers die commentaar hadden en boos waren, et cetera. Diep verontwaardigd over de incompetente programma-aanpassing... KRO-televisie na bericht overlijden president Kennedy. En dan is het 9:00 s'avonds Nederlandse tijd. En dan hebben we het dus toch al... Hè? Dus je kunt zien, anders mol ik deze telescoop, dat het, ik wil niet opscheppen, maar er is wel gewerkt. Hoe hard er bij de televisie ook gewerkt wordt, veel te zien is er niet. Kijkers zijn inmiddels en masse overgestapt naar de radio, die voortdurend over Kennedy bericht. Wij konden overal vandaan, konden alles doen wat we wilden. En televisie, daar had je hele zwermen mensen bij nodig. En door het feit dat er zoveel mensen bij betrokken waren, was het ook traag. Because I knew the late president and I have had many contacts with him. I am at this moment only able to say how strongly the whole Dutch people feel this dastardly deed with the tragic death of the young and energetic president, the leader of the free world. Het is 11:00, ruim 3:00 na de aanslag. Het journaal laat de eerste beelden zien van de moord. 3 wazige foto's. 1 van vlak voor de aanslag, 1 vlak erna en 1 van de vermeende dader, Oswald. We hebben hier de originele teksten die u heeft voorgelezen. Ach jeetje. Herkent u het? Ja, die herken ik direct, omdat ik annotaties maak. Ik heb altijd die tekst, als ik las, heb ik streepjes en haakjes gezet... om dat lezen wat makkelijker te maken en me niet te vergissen. Dus dit is ontegenzeggelijk mijn tekst. En wat las u? Moet u een stukje horen? John Fitzgerald Kennedy is 46 jaar geworden. Het leven dat vandaag werd afgesloten... heeft behalve de glorie van het presidentschap... vele moeilijke en smartelijke ogenblikken gekend. Nog meer? Zoals. Zo klonk het. Zo klonk het. Met een beter stemgeluid dan u. Zaterdagmorgen 6:00. De eerste kranten vallen op de deurmat. De Telegraaf pakt flink uit. Dat was de toen grootst denkbare letter op de zetterij. De rampletter werd die genoemd. Ja. Tegenwoordig noemen ze dat chocoladeletter, maar wij noemden dat rampletter. Ja. Kijk eens even, een hele fotopagina. Ja, en dat was natuurlijk ook wel een aantrekkelijk onderdeel in de krant, die fotopagina's. Want de beelden, mensen willen beelden zien. En de televisie gaf ze niet. De laatste berichten van het regeren. Het journaal revancheert zich snel. 'S Nachts komen via de satelliet de eerste bewegende beelden uit Amerika binnen. Die worden om 9:00 ochtends vertoond. Het was op deze rit dat de moordaanslag werd gepleegd. Cameramensen die in de stoet meereden filmden de menigte die enthousiast wuifde toen de heer en mevrouw Kennedy voorbijreden. Evenals de mannen van de bewakingsdienst werden de cameramensen volledig verrast toen de schoten klonken die de president dodelijk verwonden. Met hun camera's lopend sprongen de persmensen van hun auto's. Deze ongemonteerde filmopnamen tonen de chaotische situatie onmiddellijk na de aanslag. These unedited films show the reaction of the people on the streets. Some saw the president struck down by the assassin's bullets. Mensen die nog zojuist naar de president en zijn vrouw hadden gewuifd, lieten zich op straat vallen. Fathers and mothers fell to the ground and used their own bodies to shield their children. This man and his son saw. Een ooggetuige vertelt wat hij heeft doorgemaakt. He was coming down the street and my 5-year-old boy and myself were by ourselves on the grass there on Palmer Street and I asked Joe to wave to him and Joe waved and I waved and the man. It's all right, sir. In the back of the car in which he had ridden. In de auto van de president bleef alleen het boeket gele rozen achter dat mevrouw Kennedy kort tevoren had gekregen. Hier worden de kleren van de president uit het ziekenhuis naar een auto gedragen. 2 Rooms-Katholieke priesters die naar het sterfbed waren geroepen... waren de eersten die de buitenwachtende menigte vertelden... dat de president aan zijn verwondingen was bezweken. Dit was de herhaling van een rechtstreekse televisieuitzending... uit Amerika vanmorgen via de Relay-satelliet. De klassieke vraag natuurlijk. Weet u nog waar u was? Jazeker. Ik zat in de trein, in een stoptrein naar Delden, in
Waar is dat? Achter in Overijssel is dat. Daar stapte iemand in. Op een of andere dorpsstation stapte iemand in. En die ging niet zitten, die bleef staan. En die zei tegen de verzamelde coupé, ze hebben Kennedy vermoord. Hij wist toen al, kennelijk, dat het een omvangrijke samenzwering was die een eind aan het leven van de president had gemaakt. En ik weet ook nog wel dat de meeste reizigers zeiden, ah joh, doe niet zo flauw, hè. Wat is dat nou voor een waardeloze grap om, nou ja, maar toen bleek het natuurlijk uiteindelijk wel waar te zijn. Want wanneer kwam u dan achter dat het echt waar was? U hoorde dat? Ja, dat bleek toch al vrij snel. Ik weet niet meer, dat moment staat mij nog steeds bij. Van die man die instapte en zei, ze hebben Kennedy vermoord. Hoe het verder verloopt, weet ik niet. Ik ging logeren bij mensen, bij kennissen. En we hebben het dat hele weekend over gehad. Dat weet ik nog wel. Hoe kwam dat nou zo? En wat zouden de consequenties zijn? En iedereen was diep, diep onder de indruk. Het was dat zoiets mogelijk was, dat begreep je eigenlijk niet, omdat je er ook te weinig van af is om te weten dat het Amerikaanse presidentschap zo'n beetje het gevaarlijkste beroep ter wereld is, natuurlijk. Hè? Abraham Lincoln is vermoord, McKinley is vermoord, op Theodore Roosevelt is geschoten, alleen zat zijn horloge in de weg. Op Franklin Roosevelt is een aanslag gepleegd. Kennedy is vermoord vanzelfsprekend. Hij is geschoten op Gerald Ford door een gestoorde dame, tweemaal, als ik het mij goed herinner. Ronald Reagan is op het nippertje aan de dood ontsnapt, omdat het net precies naast vitale organen zat. Dus ja, het is als je even rekent dat we met 44 presidenten gehad hebben, incluis de huidige, dan zie je hoe gevaarlijk het beroep in feite is. Nu zullen de kijkers zeggen, het is toch de 45ste president? Dat ga ik even verbeteren. Nee, het is de 44ste president. En dat komt dat er één president geweest is, Cleveland. Die heeft twee periodes gehad, maar die zijn niet opvolgend. Zodat Cleveland, die op zichzelf wel heel dik was, dus daar zit iets in, die wordt voor twee presidenten geteld. Maar eigenlijk zijn er dus één. Ja, Obama was nummer 43 en de huidige bewoner van het Witte Huis is 44. Ja. Dus, maar overal staat 45. Dus ik doe dit even voor de aardigheid erbij. Dus het is een hartstikke gevaarlijk beroep. Dat is zonder meer een feit. De moord op Kennedy is vervolgens een soort wonderlijke gebeurtenis geweest. Ik heb vaak gesproken voor gezelschappen over de kwestie, was het Lee Harvey Oswald, ja of nee? Of was het een mega samenzwering van alle mogelijke geheime diensten, de Cubanen, de Russen, ik weet al niet wat voor onzin. Ik heb overigens vanwege een tv-reportage gestaan op de plek waar Lee Harvey Oswald geschoten heeft. Ja. En als je zo naar beneden kijkt, is 72 meter. Dan kun je maar één ding concluderen, dat zelfs iemand die totaal niet zou kunnen schieten, toch met vrij groot gemak Kennedy had moeten kunnen raken. Want die auto reed 15 kilometer per uur. En hij schoot van, de auto was net voorbij en toen heeft hij geschoten. Het wonderlijke is dat op die plek waar Kennedy dodelijk geraakt is, is een wit kruis op de weg geschilderd. En toeristen, er zijn altijd wel wat toeristen op die plek. Toeristen die gaan op dat witte kruis staan om zich door hun familie te laten fotograferen. Niet wetende dat die weg die loopt daar omhoog en daar omhoog is een stoplicht. En als dat stoplicht op groen gaat, je weet hoe Amerikanen zijn, die rijden als oude meus. Maar bij stoplichten trekken ze even lekker op met al die geweldige achtcilinders. Ja. Dus er zijn nu al meerdere toeristen doodgereden op de plek. Ja, op de plek waar Kennedy dodelijk is getroffen. Een vrij curieuze aangelegenheid. Het probleem van dat plein wat daar is, of die open ruimte, heet Daily Plaza. En die wordt door de media altijd groothoekig gefilmd, waardoor je denkt dat het een enorme ruimte is, maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Dus ook dat schieten van Oswald was een getraind schutter, dat had hij geleerd bij de mariniers. Dus ik ben er vast van overtuigd, en daar is ook wel aardige literatuur over, van de meneer Posner, Kees Kloost geheten, dat Lee Harvey Oswald heeft Kennedy doodgeschoten. En dat is niet het werk van geheime diensten, samenzweringen of wat dan ook. Want u zei net, u noemde net alle presidenten die zijn vermoord en waar een moordpoging op is gedaan. Hmm. Waar ligt dat dan nou aan? Heeft dat te maken met de wapencultuur in Amerika? Of nou, daar heeft het wel iets mee te maken. Maar zoals je weet zijn ook allerlei andere politici
in de loop der jaren vermoord door mensen die meenden daarmee een daad van betekenis te kunnen stellen. 4 presidenten vermoord, ja, in hun ambtstermijn, vind ik wel. Even kijken, Lincoln, McKinley, Kennedy. Ja, 4. Ja. Dat vind ik wel aardig wat. Ja, dat is hartstikke veel. Het is een levensgevaarlijk beroep. Tegenwoordig worden ze natuurlijk ook fantastisch bewaakt. Ja. Iemand die een zo hoge symbolische waarde heeft, die trekt kennelijk ook een ruime hoeveelheid halve garen aan die bereid zijn om op je te schieten. Ja. En dat kan ideologische oorzaken hebben, maar het kan ook bijvoorbeeld de man die op Reagan heeft geschoten, die was ook niet helemaal goed bij zijn hoofd. Ja. Het zijn natuurlijk vaak mensen die psychiatrische problemen hebben. Ja. En u vertelde net waar u was toen Kennedy werd vermoord. Even voor de duidelijkheid, hoe oud was u toen? Dit is november 63, dus ik was net een maand 20 geworden. En wat betekende Kennedy nou voor u? Nou, niet zo verschrikkelijk veel. Het is niet zo dat ik het gevoel had, weet ik veel, dat ik een persoonlijke vriend had verloren of iemand waarvoor ik een grote bewondering koesterde. Absoluut niet. Maar u zei wel dat ik wilde dus absoluut niet sentimenteel over doen. Ik was verbaasd, zoals iedereen. Is dat mogelijk? Hè? Wat een waardeloze organisatie steekt hierachter. Ook als je leest hoe het mogelijk geweest is, dan besef je niet waar wat een prutswerk dat uit veiligheidsaspecten eigenlijk was. Ja. En nu, als die motorcade van de president door Washington rijdt, nou, dan word je gewaarschuwd dat je aan de kant moet en zo. En als je niet snel genoeg bent, en ik ben nou eenmaal een enorm traag bewegend iemand. Ik werd dan op lelijke wijze een beetje tegen de gevels aangeknuppeld. En dan komen ze met die motorcade met al die zwarte SUV's voorbij zetten. Ja. Want het zijn altijd 3 dezelfde SUV's die hetzelfde uitzien. Dus je weet nooit waar die waar zit. De president zit, ja. Ja. En ja, je weet ook die auto van de president voorzien van alle denkbare veiligheidsmaatregelen. Ja. Zullen we naar de volgende aflevering? Nou, ik wil nog wel iets zeggen over deze aflevering. We hebben nu alles maar over Kennedy. Maar het interessantste is hier het onbeschrijfelijk amateuristische gekluns van de Nederlandse media bij een dergelijk dramatisch moment. Geklungel. Ach, ja. Wat aandoenlijk. Wat, een radio die er bovenop zit. Die luidt die een programma maken en dat in een taxi laden in Hilversum en naar een andere locatie brengen. Dat is er allemaal. Het is allemaal ronduit verbijsterend. Dat is 63, hè? Een radio komt er beter uit. Die weet het. Die veel kunnen beter, maar netjes, is altijd zo. Radio is natuurlijk een heel snel medium. Want je hebt dat hele. Kijk naar al die poppenkast die we hier nodig hebben. Om beeld te maken alsof we in het Oval Office zitten. Terwijl radio, dan hadden we aan een tafel kunnen gaan zitten met een microfoon in het midden. En dan hadden we het ook kunnen doen. Ja, maar dan zaten we niet in het Oval Office. Nee, dat is waar. Dat is wel leuk. Nee, daarom hartstikke leuk. ...1988. President Bush senior wil herkozen worden en neemt het op tegen de democraat Michael Dukakis. Een nogal saai ogende gouverneur van Massachusetts. Maar Bush schildert hem af als een kwaadaardig monster. Ja, saai. Die oude Bush die was minstens even saai, toch? Oh, saai man, zeg. Overigens niet een echt slechte president. Had hij maar nooit een zoon gekregen. Ladies and gentlemen. It is with honor, with pride, and with love that I give you Michael S. Dukakis. That what it all comes down to this election is the man at the desk. And who should sit at that desk? My friends, I am that man. We had some good meetings yesterday with students, and those will continue today. Let me just go over this a little bit. Lindsay, you're coming in at 10:30. This is a great country. It's a country that today happens to be doing quite well in broad terms economically. It's also a country with the greatest gap between rich and poor of any of the advanced industrialized nations in the world. He pretty much knew what he wanted to talk about. He knew why he was in politics, and he knew what he wanted to get done. And he had been through a lot of campaigns for here in Massachusetts, so he had a pretty good sense of
himself as he campaigned and what he wanted to talk about. There are other people who run for office who you can pretty much put words in their mouth and tell them this is what the poll says and they'll say it. Mike Dukakis was never like that. We're going to build a kind of America where hard work is rewarded, where American goods and American workmanship are the best in the world. That's what this election is all about. By working together to create opportunity and a good life for all of us are enriched, not just in economic terms, but as citizens and as human beings. For a new era of economic greatness in America, Michael Dukakis for president. Bush and Dukakis on crime. Bush supports the death penalty for first-degree murderers. Dukakis not only opposes the death penalty, he allowed first-degree murderers to have weekend passes from prison. One was Willie Horton, who murdered a boy in a robbery, stabbing him 19 times. Despite a life sentence, Horton received 10 weekend passes from prison. Horton fled, kidnapped a young couple, stabbing the man and repeatedly raping his girlfriend. Weekend prison passes. Dukakis on crime. Horton, while out on furlough, assaulted a woman who happened to be white. Fortunately, didn't kill her, but assaulted her brutally. And it was a notorious and angry kind of case that certainly brought a lot of criticism on me here in Massachusetts. And Bush used that as kind of a metaphor for my being soft on crime. The Bush campaign realized this was a powerful argument. They took it to another level, which was an allied group of theirs started running ads with Willie Horton's picture. They actually darkened the photo to make him look darker. That was designed to inflame racial tension. They weren't running the election as a contest of ideas. They were running the election as a contest of dividing groups as much as they can and using any means available to them to do it. Legal means, to be sure, but racially divisive. Do you remember seeing that ad for the first time? No, I don't. Do you know what you thought when you saw it? This is going to kill us. As Governor Michael Dukakis vetoed mandatory sentences for drug dealers, he vetoed the death penalty. His revolving door prison policy gave weekend furloughs to first-degree murderers not eligible for parole. While out, many committed other crimes like kidnapping and rape, and many are still at large. Now Michael Dukakis says he wants to do for America what he's done for Massachusetts. America can't afford that risk. The fact of the matter is that in 1988, the most liberal furlough program in America was the Reagan-Bush furlough program in the federal prison system, where they were furloughing people not for 72 hours, but for up to 45 days. One of their furloughees went out and murdered a young pregnant mother in the Southwest while on furlough. Reagan himself, while governor of California, had a very liberal furlough program. Two of his furloughees murdered people, and he defended the program. I never said that. He didn't want to lower the tone of the debate, and he wanted to talk about what he wanted to do for the country. Yeah. And the problem was that the political climate by 1988 did not allow the campaign to be conducted on that level. So no matter how much one wanted to get out to a higher level, you're operating in a context, and the context was such, and the culture, the media, the culture, the other campaign, it's not totally up to you. So you can be dragged into the mud whether you want to or not. And we were slow to recognize all of those influences. I am getting sick and tired of my opponents complaining about the rough and tumble of this campaign. And so now all that's left is this daily whining about a negative campaign. Well, let me give the governor a little advice. If he can't stand the heat, he ought to get out of the kitchen. I remember former President Carter saying, this is the worst campaign ever. Would you agree? Well, I guess at the time, Bush's attack campaign against me was unprecedented. Certainly it was negative, it was certainly nasty, and apparently effective, but I blame myself for its effectiveness because if there's a lesson to be learned from 1988,
it is that if the other guy is going to come at you with an attack campaign, you'd better be ready for it, and you'd better have a very carefully thought out strategy for dealing with it. George Bush talks a lot about prison furloughs, but he won't tell you that the Massachusetts program was started by a Republican and stopped by Mike Dukakis. And Bush won't talk about the thousands of drug kingpins furloughed from federal prisons while he led the war on drugs. Bush won't talk about this drug pusher, one of his furloughed heroin dealers, who raped and murdered Patsy Pedrin, pregnant mother of two. The real story about furloughs is that George Bush has taken a furlough from the truth. You've got to have not just he attacks, you attack, but a much more carefully thought out strategy for dealing with him, preferably one that turns his attack campaign into a character issue on him. And we just didn't do that, and by the time we woke up to this, or I woke up to this, it was my decision, nobody else's. An awful lot of damage had been done, and I never recovered. I guess the vice president called me a liberal two or three times, said I was coming from the left. In 1980, President Reagan called you a liberal for voting for federal gun control. And this is something Republicans have used for a long time. They tried it with Franklin Roosevelt and Harry Truman and John Kennedy. It's not labels. It's our vision of America. And we have two fundamentally different visions of America. The vice president is complacent, thinks we ought to stick with the status quo, doesn't think we ought to move ahead, thinks that things are okay as they are. I don't. I still don't think you get it. They have labeled you, the Republicans in this case, as a liberal, which has a meaning to people. May not be the meaning that exists in your head. It has this kind of meaning. Mike Dukakis and Willie Horton changed our lives forever when Governor Dukakis gave him a few days off. Horton broke into our home. For 12 hours, I was beaten, slashed, and terrorized. My wife, Angie, was brutally raped. When his liberal experiment failed, Dukakis simply looked away. He also vetoed the death penalty bill. Regardless of the election, we worry that people don't know enough about Mike Dukakis. I'm going to do my best to be a fine president and a good leader and somebody you can be proud of. And then you lost. And then I lost. He was a little disheartened, and he was a little, I think he blamed himself, and he was, you know, he had a tough year after that. But I think he's gotten over it, and is pretty lucid on what the current state of politics is, and still grinds away at the things he cares about and at teaching. One of the problems is that campaigns are very long in this country, as you all know. And the press that's following you, which gets bigger and bigger and bigger post-convention, as you can imagine. I mean, there are 300, 400, 500 people following these candidates, each of them. I mean, they start getting bored. Candidates start getting bored. I mean, how many times can you say the same thing differently? And remember, these guys have been campaigning for, what, 14, 15 months already? Do I regret the decision to run for the presidency? Right. No. It has, even though I didn't do very well, given me an opportunity to speak out on issues and to be heard. And so in the long run, I mean, this is a plus. What isn't a plus, obviously, is that I lost. I turned the country over to George Bush for 4 years. I mean, that's sinful. Right. That's sinful? Sinful. I regret that very much. You did a sinful thing. No, I did a sinful thing in turning the country over to George Bush. Ja, valt niet mee om te verliezen in Amerikaanse presidentsverkiezingen. Hè. Dat is natuurlijk, als je daar, je bent daar jaren mee bezig geweest. Hij heeft heel lang heel ver voorgelegen in de opiniepeilingen. Dat was eigenlijk de reden dat de Republikeinse campagne, nietwaar, met dat Willie Horton gedoe begonnen is. Wat een schandalige campagne was. Dat hing van leugens en kletspraat en fake news, hing dat aan elkaar. Maar goed, we weten nu allemaal dat een dergelijke schandelijke, racistische campagne, want dat was het, dat die heel succesvol kan zijn. De campagnemedewerker van Dukakis zegt ook, hè, van dat het ging de Republikeinen totaal niet om de inhoud. Ze wilden gewoon die spanningen aanwakkeren. Nou ja, ze wilden gewoon winnen en waren bereid alles te doen om te winnen. En natuurlijk, pa Bush is altijd beschouwd als eigenlijk een vrij fatsoenlijke man. Maar je ziet dus, als onder omstandigheden, hè, op het moment, dat was augustus van dat jaar, augustus 88, dat het er naar uitzag dat hij ging verliezen, was hij bereid om alles uit de kast te halen om te winnen. Ook was het wanneer dat door en door onfatsoenlijk was. En bovendien dan nog de brutaliteit
om te zeggen dat de tegenstander zeurde over de campagne die zo hard was. Het was hard. Het was een door en door onfatsoenlijke campagne. Veel campagnes zijn door en door onfatsoenlijk. Was dit de felste campagne ooit, zoals Carter zei? Nou, nee, ik zou zeggen, kijk naar de campagne van Trump van 2016... en dan heb je nog een koekje van nog weer totaal ander deeg. Maar het mens schuwt geen enkel effect in Amerikaanse campagnes. Ook al die televisiespotjes. Heeft het een trend gezet? Nou, dat weet ik niet. De Amerikaanse campagnes waren ook in de 19e eeuw. Ja, toen waren er geen televisietoestellen, ook geen televisiespotjes. Maar die waren ook smerig. Vol met verdachtmakingen, met bastardkinderen. En nou ja, de hele Santekraam werd voortdurend gebruikt om de tegenstander zwart te maken. Ja, maar Dukakis die wilde daar niet aan meedoen. Die wilde zich op de inhoud blijven focussen. Hij lag voor, hij had het niet verwacht. Dat denk ik ook. Heel veel mensen dachten dat die oude Bush eigenlijk wel een nette man was. Want jij zei nog van, ik vind die Dukakis toch een beetje een melige figuur. Maar hallo, zegt pa Bush, dan een van de allermeligste figuren die ooit president geworden is. Dat moet je toch wel zeggen. Ik heb nog wel eens geschreven, die pa Bush die deed in feite iedereen, elke vrouw denken aan hun eerste echtgenoot. Ja, maar even terug naar Dukakis. Want hij wilde het vuile spelletje eigenlijk niet meespelen. Hij had het niet aanzien komen en had dus geen strategie. Dat legt hij heel helder uit. Hij had geen strategie toen het eenmaal te laat was. Toen die machine eenmaal draaide. Enkele momenten kunnen, als ze maar vaak genoeg gehaald worden, een enorm doorslaggevende rol spelen. Komt erbij dat in het debat wat zij gevoerd hebben, Dukakis en Bush senior, daar vraagt de moderator op een goed moment, want hij was dus tegen de doodstraf, zoals alle fatsoenlijke mensen tegen de doodstraf zijn. En zeker in de Verenigde Staten niet waar, waar die doodstraf hele onaangename en onrechtvaardige resultaten heeft. Ja. Dus hij was tegen de doodstraf en dan wordt hem gevraagd in dat debat van, zou je niet voor de doodstraf zijn als jouw vrouw op gruwelijke wijze verkracht of vermoord of zoiets dergelijks werd? En dan geeft Dukakis een heel rustig en goed doordacht antwoord. En dat werd hem dan ook weer ontzettend kwalijk genomen. Had moeten zeggen, ja, nee, als het mijn eigen vrouw was geweest, dan had ik het bij wijze van spreken zelf al met het keukenmeisje willen doen. Nee, hij geeft een verstandig antwoord, maar dat deugde ook niet. Gaat het in de Amerikaanse verkiezingen wel om de inhoud in die campagnes? Of gaat het alleen maar? Op een hele vage manier gaat het over de inhoud, maar het gaat natuurlijk nooit over de concrete inhoud. En nou zeg je Amerikaanse campagnes, wij gaan nu ook weer een nieuwe Nederlandse campagne tegemoet voor de verkiezingen van maart volgend jaar. Gaat het daar over de inhoud? Nou, maar zeer betrekkelijk. Heel gedeeltelijk op sommige punten. Maar laten we eerlijk zijn, de meeste mensen hebben geen idee van het overheidsbeleid en hoe dat in elkaar steekt, waar het heen gaat en wat de moeilijke punten zijn. Op het einde zegt Dukakis, I did a sinful thing, turning the country over to Bush. Ja, hij vindt dat, ja, dat vond ik zo eerlijk gezegd een beetje onzin dat hij dat zei. Want ja, zondig, wat is zondig? Hij heeft op zijn manier zijn best gedaan. Hij heeft verloren omdat de wederpartij zich verlaagd heeft tot schandelijk gedrag. Je kan niet anders zeggen. Had hij anders gewonnen, denkt u? Als Willy Horton Spot er niet geweest was. Hij lag half augustus, lag die, weet ik veel, 15 punten voor. Ik doe het even uit het hoofd, ik ken de getallen niet precies, maar hij lag ver voor, ja. En hij, want hè, we zagen net natuurlijk al Pat Schroeder, die was een van de mogelijke kandidaten. En er waren er een heleboel toen, hè, vanuit de Democraten. Ja. En dat zie je natuurlijk ook in 2016 met Hillary uiteindelijk, ja. Maar ook nu weer bij de Democraten. Is dat nou, komt er nou altijd de ideale kandidaat uitrollen? Als nee, er zoveel. Nooit komt de ideale kandidaat eruit rollen. De ideale kandidaat is de kandidaat die wint. Ja, en daarvoor moet je een hele complexe campagne voeren. Wil je winnen? Want eerst heb je die voorverkiezingen in je eigen partij. Dat is al lastig genoeg natuurlijk. Je hebt een sterke kandidaat nodig. Nou, in het geval van Biden kun je zeggen, is die nou wel sterk? Nee, dat is geen sterke kandidaat. Ze hadden sterkere kandidaten, inhoudelijk ook veel sterkere en betere kandidaten. Betere sprekers ook dan Biden. Hè, die zich nogal eens in vaagheid. Nou, maar die waren voor Amerikaanse begrippen zo links dat de kiezers in de voorverkiezingen dachten, dan kunnen we beter Biden nemen. Want dat is een vertrouwenwekkende, opa-achtige figuur. En die zal tegen Trump
Die zal tegen Trump een betere indruk maken. Vergeet niet, de verkiezingen van nu, die gaan maar over één ding, over Trump. Net zo goed als het de afgelopen 4 jaar ook maar over één ding ging, namelijk over Trump. En nu is de vraag, wordt hij opgeruimd of wordt hij niet opgeruimd? Ja. En laten we allemaal hopen, in allerlei opzichten, dat hij opgeruimd wordt. Dat is voor ons niet van levensbelang, maar het is voor de wereld in ruimere zin toch wel nuttig. Laten we naar de laatste aflevering gaan alweer. Ja. Moeten we even kijken hoe laat het is. 1948. Dit is de beroemdste krantenkop uit de geschiedenis van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Hier op de voorpagina van de Chicago Daily Tribune staat in koeienletters: Dewey verslaat Truman. Maar dat lag wat anders. Thomas E. Dewey was the obvious choice of the Republicans. He had been a very, very successful prosecutor in New York, which led him to be elected governor of New York, which was then the largest state in the Union. And he was a natural choice by the Republicans to run in 1948. Well, to a great extent, what you saw was what you got. He was disciplined, extremely punctual for a politician, single-minded, extremely hardworking. Though today he is governor of the most populous state in the Union, Tom Dewey cherishes the moments when he can relax on his farm near Pawling, New York, and live the kind of simple family life so many millions of Americans know and love. Away from government, he could relax, but it wasn't night and day. I mean, he was still the same determined, disciplined person that you saw in public. He made some very, very stupid generalities, like he said, "Our rivers of the future must be full of fish." And another thing he said was, "I want to talk with you tonight about your future. I want to say this, your future lies ahead of you." Elected senator in 1934 after a successful term as a county administrator, Harry Truman began his career in national affairs. His record of achievement in government brought him the Democratic nomination as vice president in 1944. With his practical knowledge of federal administration, he was chosen as running mate for Franklin D. Roosevelt. When he heard that his chief was dead, his simple humanity expressed itself in these words to Mrs. Roosevelt: "What can I do to help?" He was a common, ordinary, Main Street, small town American. And he understood the small towns. He understood people who did not come from the elite universities of the West Coast or the East Coast or the Wall Street types. He'd been a farmer. He'd grown up as a farmer. He came from a family of several generations of farmers. Dewey makes his second try. Another contestant goes directly to the people. President Truman, with his running mate, Alban Barkley, continues his coast-to-coast appeal to his constituents. Very few people in this country had television sets in 1948. And it was this face-to-face confrontation and the educational part of the campaign that made that so much different from the campaigns we see today. Now the Truman train rolls south to Sacramento, capital of California. Tanned from long auto rides in the sun at every major stop, he looks hale and jovial in spite of his strenuous program. Like California's weather, the crowd's reception too is warmer. Have their offices. In fact, when my parents had to be in New York, this is where they would stay. At Republican headquarters, everything's hunky-dory, or so it seems to the party workers, waiting only for the landslide to start. Their first shot in the arm comes when Herbert Brownell Jr., Dewey's campaign manager, makes a glowing forecast based on early results. It is now apparent that we will wind up by sweeping 2/3 of the states for the Republican ticket. This is definitely a Republican year.
For the Dewey family in their personal quarters, this is good but not unexpected news. It merely confirms what all the preliminary polls had already indicated. A great crowd had arrived, and the evening wore on. And I don't remember the status, there came a time when we had no idea. As the dawn comes up over New York, the issue is still in doubt, but nobody's going to bed. This is the kind of fight Americans like, with a political little David giving Goliath what for. About 4 o'clock in the morning, the Secret Service woke him up and said, you're winning. And he said, well, I guess we all better get dressed and go back to Kansas City then. He got dressed and they drove back, arriving at the Muehlbach Hotel in Kansas City at 6 or 6:30 in the morning, to find some of his groggy-eyed subordinates who'd been staying up all night. He startled everybody by striding in, and then it was commotion from that point on. Harry Truman has accomplished one of the political miracles of our time. In the face of national polls that were universal in predicting his defeat, he has come through triumphantly in his bid for the presidency of the United States in his own right. Nou ja, we zagen het, hè? De grote verrassing. Er lijkt heel veel verwarring te zijn geweest. Hè? Of het nou Dewey of Truman was, waar zat hem dat nou in? Nou, omdat... ten eerste is er natuurlijk al een tijdsverschil tussen de verschillende staten, tussen de Oostkust en de Westkust. In sommige staten gaat de telling heel voorspoedig enzovoort. In sommige staten is die telling traag of gaat wat moeilijker. Voordat dat allemaal verzameld is en bovendien naar een centrum gestuurd kan worden waar je kunt zien hoe het er precies bij staat. Elektronisch verkeren we in 48 nog in de middeleeuwen. Dus je moet je ook, nu kan het allemaal wel wat sneller. Aan de andere kant, we zullen maar af moeten wachten of aanstaande 3 november. Ja. Ik zou me heel erg verbazen als daar die avond al een soort suggestie van een uitslag is. Dat kan in principe lang gaan duren. Ja. En nou daar ook, het lag kennelijk heel dicht bij elkaar. Iedereen dacht dat Dewey zou winnen, dat was natuurlijk het verwarrende. Want de opiniepeilingen die overigens toen nog lang niet zo sophisticated waren als ze tegenwoordig zijn. Er waren ook lang niet zoveel peilingen. Die hadden gezegd dat Dewey de zeer waarschijnlijke winnaar zou zijn. Maar Truman had een heel effectieve campagne gevoerd. En dat hebben we in een filmpje ook gezien, dat hij met die trein door Amerika trok en overal iets zei. Maar liet ook duidelijk merken dat het Republikeinse congres, want de Republikeinen hadden het congres in handen gekregen in 1946, eindelijk na al die New Deal jaren, dat de congres niks nuttigs had gedaan. De Do-Nothing Congress had hij het over. En ik denk wat nog belangrijker is, uiteindelijk hebben mensen gekozen voor een verlengstuk van de New Deal. En van Roosevelt. Ja, wat Truman toch voor hen was. Omdat die New Deal natuurlijk voor de hele Verenigde Staten, ook voor het politieke zelfvertrouwen, ook voor het vertrouwen van kiezers in de politiek, een enorme wezenlijke ontwikkeling was geweest. U zei net al, de polls hadden het verkeerd. Gebeurt dat vaker, dat ze het verkeerd hebben? Nou, eigenlijk het meest fameuze voorbeeld is in feite Hillary en Trump. En Trump, ja. Ja, maar de polls hadden het eigenlijk bij het rechte eind. Wat we natuurlijk allemaal toch makkelijk vergeten achteraf is dat Hillary gewoon de verkiezingen had gewonnen. Ja. Met een verschil van ruim 3 miljoen stemmen. Dus de polls waren eigenlijk juist. Bovendien zit er in elke poll een foutmarge van 3% naar boven, 3% naar beneden. Dus dat ook, daar kun je op verkijken. Polls zijn niet heilig. Maar Truman had wel de popular vote. Ja, zeker. Volgens mij heeft hij wel de popular vote gewonnen. Hillary had de popular vote ook gewonnen. En dat ligt eigenlijk aan de demografische constructie van de Verenigde Staten. Hillary had, ik geloof, alleen al in Californië enkele miljoenen stemmen meer. Ja. Maar daar heb je niet veel aan, want het systeem van het electoraal college is dat winner takes all. Dus als jij in een aantal staten 3 stemmen meer hebt dan de andere, dan win je de hele staat. Wat natuurlijk een idioot systeem is. Ja. Sowieso zijn districtenstelsels en winner take all stelsels fundamenteel ondemocratisch. Wees blij met ons proportionele kiesstelsel. Dat krantenartikel, hè, dat staat soort van symbool voor het... Is wel leuk, hè? Ja, voor het idee...
dat je ja, dat het dus weet... eigenlijk totaal niet zeker is bij zo'n verkiezing wie eruit nou, gaat ja, rollen. Ja, ze waren vrij zeker ervan. Want kijk, op het moment dat, hoe heet dat ook weer, de krant daalt, of je moet met de editie moet je naar buiten. Dit is natuurlijk ook gemaakt ergens, zullen we zeggen, in de late avond, denk ik, toen het er nog zo naar uitzag dat. Ja. Dat gebeurt natuurlijk vaak ook. Dat het in eerste instantie ziet het er vrij redelijk uit. En het kan net omslaan door gebeurtenissen die je niet hebt kunnen voorspellen. Dat kan. Maar als we nu even naar het nu weer gaan. Wat zegt dat over nu? Wat staat ons te wachten? Als we dat toch zouden weten. Hè? Als ik het echt zou weten. Als ik het absoluut zeker zou weten. De hemel had het me ingefluisterd. Zou ik het niet vertellen vanavond. Zou ik zeggen, ik weet het niet. En dan zou ik als scheet naar buiten gaan. En dan zou ik opbellen en zou ik flink wedden op wat ik dan wel met zekerheid zou weten. Want bij Hillary en Trump heeft hij het wel gezegd. Het probleem is dat ik ten aanzien van Trump op de avond van de verkiezingen, om 21:45 s'avonds, ik stond in een zaal in Utrecht, in Tivoli, iets te oreren dat het misschien niet gelooskleurig was, maar toch Hillary ging zeker winnen. En toen liep er een student naar voren en die zei, ja, dat zegt u allemaal wel dat Hillary gaat winnen, maar volgens mij gaat Trump winnen. Ik zei, nou, dat is echt volstrekt uitgesloten. Ik werd eenzijdig om €1000. Dus als Trump wint, krijg jij van mij €1000. Maar als Hillary wint, hoef je mij geen 1000. Ik zag ook wel dat hij dat toch niet kon betalen. Ik denk niet dat... Nee. Dus, nee. En ik was zo zeker van mijn zaak. Dus ja, €1000. Ik was het de volgende dag glad vergeten, zal ik je zeggen. Ja, het was een hele lange avond en zo. En toen belde RTV Utrecht. Ze zei, ja, we hebben die jongen gevonden. Dus toen ben ik de dag daarna op de fiets naar een café getogen waar die was. En heb ik hem een envelopje met 20 briefjes van 50 overhandigd. En was hij zeker wel blij mee? Ja, ik zei nog, wat ga je ermee doen? Ja, zei hij, ga ik verkeersboetes van betalen? Ik zei, nou, dat wil ik absoluut niet hebben. Ik wil dat je er iets nuttigs mee doet, want dit kan zo niet. En toen zei hij, nou, dan ging hij naar terug, want hij was half Egyptisch, of hij was helemaal Egyptisch. Dan ging hij terug naar Cairo en toen vertelde hij me nog dat €1000... Dat was in Cairo een heel behoorlijk jaarsalaris van iemand die een keurige betrekking had. Waardoor ik dacht, nou ja, het is in ieder geval een vorm van ontwikkelingshulp wat ik gedaan heb. Zoiets dacht ik. Dus ik ga nu niet wedden, ik ga met jou ook niet wedden. We kunnen alleen zeggen, op dit moment staat Biden er goed voor. Maar jouw vraag suggereerde al, je weet maar nooit of de hemel naar beneden valt, enzovoort. Ik heb geen idee. Dat moeten we gewoon weer afwachten. Nog de ene kant op, nog de andere kant op ga ik er iets nuttigs over zeggen. Ik geef toe, dat is volledig geïnspireerd door die onbeschrijfelijke zepert van 2016. Die ons die afschuwelijke, hufterige kluns heeft opgeleverd. Maar, waarmee Amerika in feite in allerlei opzichten ernstig gestraft is. Ja. Ik heb ook wel eens gedacht, zou het eigenlijk niet beter zijn dat Trump nog een tweede termijn krijgt. Want dan wordt het allemaal nog veel en veel erger. Maar er moet ook tenslotte een moment komen waarop Amerika uit kan breken uit die wonderlijke polarisatie waarin ze geraakt zijn. Dat het een soort van stasis is. Dat politieke systeem is vervallen tot een soort totaal nihilisme. Ja, en je hebt eigenlijk een moment nodig zoals er ooit was in 1932 toen Roosevelt won. En in 1933 als die dan begint. Dat je op zijn minst de situatie openbreekt. Dat er een mogelijkheid is voor serieuze vernieuwing. Nogmaals, als Biden kan best winnen als de Senaat niet republikeins blijft, dan ben je precies even ver van huis. Ja. Het is een systeem wat volkomen vastgelopen is. Ja. Amerika is vrij ingrijpend politiek uit de rails gelopen. Vergeet niet dat natuurlijk in tal van staten niks mis is. We hadden het al over Boston. Je bent er in Harvard geweest. Nou, ja. Niets mis mee. Fijne stad Boston. Idem dito, de Westkust. Westkust in Californië. Het is natuurlijk de Great American Heartland waar deze ontzaglijke grote problemen spelen. Waar ook de federale overheid veel te weinig aan gedaan heeft. Daar bestaat helemaal geen twijfel over. Ja. Maar je ziet hoe een zo succesvol land, want dat was het toch in principe,
wat door Jan en allemaal bewonderd is, wat in allerlei opzichten een voorbeeld voor de wereld is geweest, niet helemaal terecht overigens. Maar wel, ja. Dat zo ingrijpend zichzelf, want het is, niemand is daarvan de schuld. Het is niet de schuld van de Russen, het is niet de schuld van de Chinezen, ze hebben dat zelf veroorzaakt. Ja. En uiteindelijk hangt dat nu, niet waar, op dat hele probleem van het racisme, want anders kun je het niet noemen. Vergeet niet hoe enorm racistisch Trump zijn campagne startte. Ja. Dus dat de blanke Amerikanen, die weten dat ze uiteindelijk op een termijn van, dat kan 10 jaar zijn, kan 15, kan 20 jaar zijn, dat ze een minderheid worden in het land waarin zij altijd dachten dat zij de lakens zouden uitdelen forever en forever. En dat is niet zo. En dat punt moet doorbroken worden. Je moet ze laten zien dat ze misschien wel een minderheid aan het worden zijn, maar dat helemaal niet betekent dat ze dan ook, laten we zeggen, een minder leven zullen krijgen. Maar staan wij daar meer dan niet nu op een breekpunt? Dat juist nu, hè, dat voordat er echt verandering moet optreden, dat het juist even extra erg, hè? Nou, daarom zeg ik, maak het extra erg. Hè. Dan moet je hopen dat Trump wint. Niet omdat je dat, maar alleen om het nog erger te maken dan het is. Maar daarmee loop je ook risico's die je misschien liever niet loopt. Ja, maar we gaan het zien. Ik ga er ook niet op wachten. Ik ga ook niet verder. Ik ga gewoon op mijn normale tijd naar bed. Pas 4 uur 's nachts. Dus ja. Ik denk dat we dan nog geen uitslag hebben. Je kunt veel beter rustig gaan slapen. Ja. En dan de volgende dagen maar zien hoe het uitgepakt heeft. Gaat uitpakken, ja. Nou, het is inmiddels ver. Het is ook nu ook ver in de nacht. Zo. Dank u wel voor al uw commentaar. En dit was onze nacht van de Amerikaanse president. Aanstaande dinsdag zijn de verkiezingen, Biden of Trump. Zoals ik net al zei, we gaan het zien. Nogmaals, ontzettend bedankt voor al uw commentaar. En u bedankt voor het kijken. Ik wens u een goede nacht.